Dit is Maliënkolder met een trauma op de E. Verboden toegang, artikel 461b, wetboek van strafrecht, wacht u voor de rashond. Ene makke. Hey, doe nou, Trace. Trace, hou op met dat geblaf. Nou, doe nou. Straks word je nog bij je vodden gegrepen door de Baronse blauwe bloedhond. Hiero. Hé, hey, vodden zei je toch, hè? Moet je eens kijken, meisje. Alleen die short van mijn 26,75. Mij, Trace, heb jij je even in je nek laten kijken? In de nek, ja. Nou ja. Ik bedoel maar. Wat is zenuwen, short? Nou, dat is een model van modemagazijn Desiree. Nee, dat is niet waar. Nou, zeg. Uit de collectie Nieuws in het Kort. Nieuws in shorts. Ook voor iets moeilijker modellen. Dus Annie kan er ook nog net terecht. Hè? Ja, maar het zal er omspannen om, hè? Of ze wat voor je hebben, bedoel ik, hè? Ah, verroest. Nou, kort is die wel, Annie. Het is meer een bewijs van goed gedrag als een short. Biedt heel weinig houvast voor een bloedhond, hè? Dat is een feit. Ah, schijn het toch uit, zeg. Er is nog nooit een hond geweest die één poot tegen mij heb opgegeven. Nou, wat sta je daar nou stom te grijzen, Lies? Oh, niks zacht even voor me, hè. Nou, kinderen, gaan we picknicken hier of wat doen we? Stil eens, stil. Wat is het? Er loopt een vent. Nou, en er is nog nooit een vent geweest die één poot tegen mij heeft opgegeven. Stil nou, Lies! Hij komt hierheen. We moeten dekking zoeken. Annie, Lies. Hier onder die oude kist. Ja, crimineel zeg. Ja, kunnen we Wietse vertellen? Ja. Hé, hey, kennen jullie die van die kundige juffrouw die bij de dokter komt? Oh ja, van die kunstmatige ademhaling moordwits. Ja. Ja, en dat was die Wiets van die... Auw! Auw, zit er een mierennest. Auw, ze steken. Auw, mannetjes mieren, Trace. Ze vinden jou natuurlijk om rouwend te bijten met je model van Desiree. Nou, stil nou. Stil. Daar komt die vent. Verhoest. Blijf staan. Ik krijg ze wel. Baron Otto Hardebok van Ameide, een wijverdief. Een rokkenjager. Onschuldig is die als een pasgeschoren lam. Als een pasgeboren lam? Stil. Inderdaad, een pasgeboren lam, hoor ik eens. Maar onschuldig is die. Ik krijg ze wel, die drie jonge maagden. Bij mijn baard. Hé. Was dit een benauwd momentje, dames? Hé, nou, Trace? Oh, wat kijk je zuur, zeg. Oh, meid, die ellendige mier. Zij zal die tijd fijn blijven doorsteken, meid. Nou, hier, kijk eens even, kijk eens. Oh, ja. Compleet een doorgestoken kaart. Trace kent zo het Stedelijk Museum in, hè? Als appel, roze periode. Ja, leuk, zeg. Hé, lachen jullie alsjeblieft, ik verga van de pijn. Hoe zal ik de baron Otto de Bok van Gooit maar in mijn pet roepen? Kan er hier een handvol crème op smeren? Hé, ja, enig, zeg. Zeg, die drie jonge maagden, daar kennen jullie ons toch niet mee bedoelen? Nee, Annie, daar kennen jullie ons niet mee bedoelen. En geef me nou maar lekker een broodje met vlees uit het mandje. Dus toch picknicken? Ja, allicht. Hier wordt gepicknickt. We houden zo van de natuur. Het buitenleven is zo puur. En zo liefelijk. De maan waar Elvis vaak van zucht, hangt zomaar in zijn blote lucht. Zo geriefelijk. We slapen met z'n drieën straks in onze knussen dubbeldaks. En zingen o zo blij. Het is meien. De biefstuk loopt in het weiland rond als onderdeel van het boerenbond. De ooiemoer klept met de ooievaar. En de halve kippen uit de snackbar zitten hier nog aan mekaar. Rik, tik, rik, tik, tik, hopsa, hopsa, hoi. We eten fijn in de natuur, een broodje vlees met mierenzuur. Oh, zo smakelijk. En na zo'n picknick ruim ik op, de picknickpepers keurig op. Dat is noodzakelijk. Wij praaien een jeneverbed en rijden met gevulde flat in welig welbehagen. Hoog op de gele wagen, hier buiten staat het timmerhout. Nog heerlijk onbeschaafd in het woud, met hartjes in zijn fijne stedenbaas. En je hoort
maakt van ver hoe het zindelijk landvolk zich in de dorps komt was. Wat rookt de boer in zijn pijp? Hoi, hoi, hoi! Wij pikkenikkertjes, pikkenikkertjes, wij kijken nimmer zwart. Pikkenikkertjes, pikkenikkertjes, we zijn zo blij van hart. We houden zo van vrije, vrije leven in het bos. We houden zo van kussen, kussentjes van morgenmos. En veluutjes van varen en voetjes zonder vloren. Want samen tellen wij van 58 jaren. En daarom storen wij ons niet aan verboden grondgebied. Want er is hier toch geen diender die het ziet. Halt of ik schiet! Binnen? Aha! Boris Bastert, Bilo. Meneer de baron, mijn diep doorvoelde medeleven met uw 96e verjaardag. Ik bedoel, met de 96e verjaardag van uw onmetelijk rijke tante Ophelia, waarvan u de enige erfgenaam bent. Nog vele jaren. Van hetzelfde, Boris, vaart zij wel de krassebes. Zij vaart niet wel. Hedenmorgen sprong ze eerst om 6:15 uit de veren. Bij de morgengymnastiek heeft zij de dubbele buikrol overgeslagen. En het touwtje springen ging gepaard met een onheilspellend gekraak. En ze heeft pas 4 sigaren gerookt. Verder nog iets, Boris? Jazeker, ik bied mijn ontslag aan. Boris, je ontslag? 24 uur per dag ben ik in de weer. Alleen? Ja, boer. Gisteravond nog heb ik de kerkers een goede beurt gegeven. De pijnbank in de was gezet. De duimschroeven gedesinfecteerd. Schandblok geverfd. Wat voor kleur, boer? Gebroken wit. Ik was er kapot aan. Luister, boer. Het heeft mij behaagd meneer Sporkenhout naar het dorp te zenden, ten einde daar de 3 traditionele jonge maagden los te branden. Losbranden? Vroeger ging dat met de karwats. Ja. En trouwens, meneer Sporkenhout is een goedwillende in zichzelf prater, maar op het stuk van jonge maagd is het een prutser. Houtvesten, dat kan niet. Aardig. Bovendien, zo zegt men in het dorp, past het jonge maagden niet om te dienen bij een ongehuwde baron de Bok van Ameide. Wat? Mijn overgrootvader is een leven lang ongehuwd gebleven. Ja. En... Weet er alles van, meneer de baron. U bent zo onschuldig als een pasgeschoren lam. Pasgeboren boer. Als meneer de baron eens in het huwelijk trapt. Met een vrouw? Bijvoorbeeld. Nee, kerel. I shall never let a woman in my life. Mijn kuis kasteel roept van de kelders tot de nok. Om de presentie van een vrouwelijke bok. Een tedere toeverlaat, een bok in bruidsgewaad, die met een blij gezicht mij trouw terzijde ligt. Maar ach, ik kom met vrouwen, maar zo zelden tot gemeenzaamheid. Ik ben, geloof ik, een geboren vrijgezel. Het celibatig saldo daarvan is de eenzaamheid, dat wel. Dat wel. En ik denk bij de aanblik van zo'n menig edelvrouw. Ik zou wel willen dat ik wou. Men heeft mij met personen in contact gebracht. Zowel van het adellijk als van het vrouwelijk geslacht. Een malse markiezin, een gretige gravin. Bekoorlijk, pril en kuis en toch.
van alle markten thuis. Maar ah, ik vrees de vrouw, sinds leren tantetjes mij knuffelden. Op de soirées van mijn maman, als kleine knaap. Daar stond ik als die frelle freules mij besnuffelden. Voor aap, voor aap. Klam van al dat knoeien dacht ik, nooit neem ik een vrouw. Toch zou ik wel willen dat ik wou. Geen sterveling gaat zonder vrouw het leven door. Edelman, bedelman, dokter, pas trouwen maakt zo'n man tot waarlijk man. Ik weet er alles van, toch staat mijn trouwkapel voor eeuwig buitenspel. Want ach, zij doktersvrouw of bedelvrouw of edelvrouw, ik zou wel weten wat ik wou, als ik maar durfde. Die meneer de baron. Maar om even op die drie jonge maagden terug te komen. Hé, wat hoort mijn oor? Stilte! Stilte. Meneer de baron, van harte gefeliciteerd met uw tante op Heliader 96e etappe-overwinning. Nog vele jaren en zie hier een drietal jonge maagden. Sporkenhout. Meneer Sporkenhout, graag. Boris. Meneer Sporkenhout. Sporkenhout, graag, meneer de baron. Maar alles op zijn tijd. In de eerste plaats vraag ik excuus voor de afschuwelijke korte short waarin deze lange zus zich aan meneer de baron vertoont. Goed, kind. Verwissel dus op staande voet die korte short voor een lange short. Short, lange. Op staande voet. Ja, kijk wel uit. Meneer de baron, ik vind die short om te zoenen. Met permissie. Ja, als je het maar laat. Heel charmant. Meisje is trouwens goed uit de kuiten gewassen. Schoon, wat lang en dun. Eens even kijken hoe de biceps er dit seizoen bij staan. Hè? Met het oog op de grote. Au, leg hem af, Engert. Stil, kind. En vertel eens. Hè? Ben jij goed in bedden opmaken? En kun jij goed koken? Koken? Ik ben broekenmaakster op het atelier. Ik was broekenmaakster, goed kind. Dat is voorbij. Gunst u al? Zeg, en was u ook in het modevak? Ook als broekenmaakster? Zeker in de oude cultuur, hè, meneer de Bok van Dinges? Zeg, vormloos creatuur. Wil jij je mond wel eens houden als je tegen de baron spreekt? Oh, wat ik veel. Ik heb nog nooit een levende baron ontmoet. Zomaar in het wild. Ja, even zo vrolijk weten we niet eens hoe die baron van jou precies heet, Sporky. Een beetje respect, zeg. Die man daar, dat is Boris. Dat wil zeggen meneer Bastard. En ik ben meneer Sporkenhout en zeg nooit meer Sporky. En tenslotte, dit is baron Otto Hadebok van Ameide, heer van de heerlijkheid Meijenzorg, et cetera, et cetera. Dit is Oha, baron de bok van Ameide, heer van de heerlijkheid Meijenzorg. Dit is Oha, baron de bok van Ameide, van Ameide, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera, Meijenzorg, et cetera, et cetera. Naam, hè? Aangenaam kennis te maken, uw heerlijkheid. Nou, als het mijn tijd werd. En nou wil ik naar huis. Naar huis? Maar goed, kind. Begrijp je dan niet waarvoor meneer Sporkenhout je lui hier heeft gebracht? Hoe bedoelt u dat? Maar goed, kind, dat is toch zo klaar als een... Als een... Blondje, meneer de baron. Juist, als een... klontje.
Begrijpen jullie dat niet? Uw heerlijkheid, als u bedoelt wat ik bedoel, maar dan... Maar natuurlijk bedoel ik dan dat. Wil ik weg. Ik ben onschuldig en ik weet van niets. Boris, breng ze naar de bodemkamers en licht ze voor. In, bedoel ik. Graag gedaan, meneer de baron. Nee, meneer de baron. Hier viert een afschuwelijk misverstand hoogtij. In de eerste plaats, deze jonge dames zijn volstrekt niet onschuldig. Pardon? Ze hebben zich schuldig gemaakt aan picknicken op het terrein van uw heerlijkheid. Uw heerlijkheid. Maar man, wat maak je ons dan lekker met de hopen vrouwelijk personeel? Sparky, het is niet waar. Dus ze komen helemaal niet uit het dorp. Wat dorpen zie je ons vooraan? We komen uit Amsterdam. Zal ik ze voorlopig maar even opsluiten in de kerker, meneer de baron? Ja, dat is goed hoor, Sporkenhof. In de kerker. In de kerker, uw heerlijkheid. Jazeker, meisjes. Hebben jullie het bordje verboden toegang gezien? Ja of nee? Nee, echt niet. Jammer, heel jammer voor jullie. Want artikel 461b, dat houdt heel wat anders in dan gewoon... Zie je nou wel, ik heb nog zo gezegd. Wat zou dat inhouden, 461b? Dat houdt in, meisje, dat de baron op overtreders iedere gewenste lijfstraf mag toepassen. Ook op Amsterdamse jonge maagden. Het spijt me. Hier aan de Meije heersen nog de oude zeden. O nee, wij schipperen nog niet met de moraal. Want wordt van de wet ook maar één titel overtreden, dan straffen wij nog streng en feodaal. Hij die het goede doet, zal hier steeds goed ontmoeten. De brave borst wordt door de slotvoogd rijk beloond. Maar wee de booswicht, die zal duur en duurzaam boeten. Hem wordt het oor gewassen en blijft niets verschoond. Hier geldt nog naar de oude trant, oog om ekster oog en tand om spijt op tand. Er staat een bankje stil te dromen in het eeuwenoude oord. Daar heeft al menig heen geboeid op plaats genomen. Het heeft al dikwijls een gefluister, de bekentenis gehoord. En menig hart is op die bank tot rust gekomen. Het oude spijkerbed voldoet nog steeds uitstekend. Al uw berouw wordt hier verheven in het kwadraat. Want heus, de strafmaat wordt wiskundig juist berekend. Wij trekken hier de wortel uit het kwaad. Ik ben tegen aftrek als ik straf vermenigvuldig. Hier op de heerlijkheid schaft zoiets veel plezier. En maakt een pachter zich aan machtsverheffing schuldig. Dan kijk ik even of hij deelbaar is door vier. Er staat een bankje stil te dromen in het eeuwenoude oord. Daar heeft al menig een geboeid op plaats genomen. Het heeft al dikwijls een gefluister, de bekentenis gehoord. En menig hart is op die bank tot rust gekomen. Als ik op het landgoed ooit de komst van een schavuit merk, rookt hij een zware pijp aan het houten blok der schand. Want ik verricht vol plichtsbesef mijn hang- en sluitwerk. Geef mij één vinger en ik houd de hele hand. Vaak zingen wij in de gewelven oude zangen. Want met een koortje wordt de grootste schurk getroost. Voorwaar, men kan zo aan die oude dingen hangen. Daarom ben ik anti-amnestie en pro-voost.
We worden gepijnigd. We worden gekweld. We worden alle drie gemarteld door onzekerheid. Wat zal er van ons worden? Ga weg, Engert, blijf mijn been af. Een mier treest mij een kakkerlak. Zo'n kokkert van een kakkerlak. Heb je altijd in kerkers kokkerts van kakkerlakken? Ja, en die fijne meneer die zit natuurlijk te slempen. Een lelijke uitzuiger. Meneer de baron met zijn luxueuze kasteel. Heb je die loerende blik gezien, Trace? Nou, hartstikke verwijfde type. Zie je zo met die sardistische trek om zijn mond. Ik beklaag die ventse naar mijn vrouw. Ah, ze wel lood om oud ijzer zijn, dat mens. Soort zoek soort. We komen hier nooit meer uit. Zo voelen de dames zich al een beetje thuis. Bino, Boris, wat staan ze daar nou, zeg? Bied onze gasten toch een zitplaats aan, zeg. Ja, volkomen juist. Kom, dames, zet u neder op deze bank. Ja, het zit misschien wat hard, hè? Maar ja, daar is toch een fijn bank voor. Nee, ik wil nog wel wat. Misschien voelen de dames meer voor dat spijkerbed daar. Nee, meneer. Jammer. Ik zou er graag een schilderij van laten maken door mijn vriend Peer. Liggende short op spijkerbed. Jammer. Hij is net bezig aan zijn doodsbleke periode. Enfin. Sporkenhout, maak de straf bekend. En Boris, steek je het houtvuur even aan? Het houtvuur? Ik wil weg. Moeder! Stil! Juist, ja. Meisjes, ik heb een goed woordje voor jullie gedaan. Wat krijg ik daarvoor? 3 jaar zonder aftrek. Goedenavond. Verder hebben jullie merkwaardigerwijze het oog van meneer de baron gestreeld. Niet eens. We hebben hem met geen vinger aangeraakt. Gelukkig maar, want er stelt zich niet tevreden met het hele land, Bijlo. Boris, wat een zotte klap. Foei. Kijk nou, hij bloost. Het strelen van de baron zijn hoge ogen was overdrachtig bedoeld, meisje. Maar om kort te gaan, de straf zal mild zijn. 9 dagen zuchten in de kerker op water en droog brood. Valt mee, hè? Boris, het water. Hier is de kruik, dames. Pak aan. Voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Parbleu. Die kruik is antiek. Zeker 600 jaar oud. Ja, meneer de baron. En hier is het brood. Ook zeer oud. Dank u wel, meneer de baron. Geen dank. Meneer de baron, met permissie. Ik zou graag een woordje met de dames spreken. Onder 4, nee, wacht, 2, 4, 6, 8 ogen. Misschien trekt u zich even met meneer Sporkenhout terug in de wijnkelders. Natuurlijk, Boris, natuurlijk. Nu, ja, kom, Sporkenhout. Ja, meneer de baron. Ziezo, kindertjes. Ik heb een voorstel. Annie, krijg dat water. Dit is helemaal geen water. Oh, witte wijn. Proef eens. Nou. Chateau Nombril 1907. Oh, mie. Maar wat? Mie is dat brood? Dat is cake. Met rozijntjes en bikkerootjes. Hier neem eens een stuk. Oh, nou, lekker meid. Dachten jullie soms dat er bij een baron ooit gewoon brood over de vloer kwam? Maar vergis je niet. Vanaf morgen wordt dat H2O met roggemik. Denk erom, hè. Tenzij... Wat bedoelt u? Er is natuurlijk wel iets op te vinden. een minnelijke schikking? Nee, dat nooit. Ellendeling. Vandaar die wijn zeker, hè. Bah. Pas maar op dat mevrouw de baron het niet hoort. Dan vlieg je eruit, Boris. Wat, Boris? Meneer Bastert graag.
Bijlo. Hey, die bastard, wat gek. Ik ben een regelrechte afstammeling van Floris de Vierde. Helaas, toen mijn stamvader met mijn stammoeder zou trouwen, werd het huwelijk door de edelen verstoord. Het was een doorgestoken stamkaart. Vandaar de naam Bastert. Maar genoeg, genoeg. Wie sprak daar van mevrouw de Barrel? Ik, meneer de Bastert. Wel nu, meisjes, de baron is net zo min getrouwd als mijn stammoeder. Is hij niet getrouwd? Nee, integendeel. Aha. Wat aha? Meneer de baron is een tikje bevreesd voor de meisjes. Vooral de meisjes van zijn eigen stand. Misschien dat een eenvoudig kind, een broekenmaakster of zoiets. Gek, hè, dat hij niet getrouwd is. Het is zo'n knappe, charmante vent, hè? Met een luxueus kasteel in ja, allemaal. En helemaal geen verwijfde type, oh, hè? Nee. Oh, heb je zo vaak met barons, ja, hoor. Nou. En zo'n open gezicht heb je, hè? En zo'n gevoelige trek om zijn mond. Ja. Dat is de baron ten voeten uit. Zeg, meneer de Bastert, was het niet zo dat u vrouwelijk personeel zocht? Ja, traditionele drie jonge maagden uit het dorp. Moeilijk probleem. Als wij daar nou eens voor insprongen? Jullie? Ja, met kwijtschelding van straf en zo. Ja, net wat ik zeg. Dan kan die baas van het atelier de pip krijgen en zijn jaloerse vrouw erbij. Volkomen onverwachte wending. Maar goed, ik draag altijd personeelscontracten bij me, dus als de dames hier even willen tekenen. Ja, hier. Nee, lees ik op straks wel vooruit. Opschieten. Jij tekent als kamermeisje, jij als keukenmeisje en jij als slaapkamermeisje. Prima. Oh, ik kan het me indenken. 'S Morgens breng ik hem ontbijt op bed. En ik kook zijn lievelingspotje. Ja, en ik zet de pantoffeltjes voor hem klaar. Kleine moeilijkheid, meisjes. Als lager personeel zullen jullie dit baron helaas nooit te zien krijgen. Daar is hij veel te hoog voor. Jullie hebben uitsluitend met mij te maken. Ik ben de man die hier de lakens uitdeelt. Ik, Boris Bastert. Ik ben de man die de slot in terzijde staat. Tralalala, tralalala, loop. Ik ben ze steun en ze schut en ze toe verlaat. La. Altijd hoor ik Boris, zeg Boris, hey Boris. Als Boris er vandoor is, is goeie raad duur. Maar Boris is er altijd paraat. Altijd kordaat en met raad en met daad, tot van alles in staat. La. Ik ben al eeuwen het factotum van de slotheer, die ik van 's morgens vroeg tot 's avonds laat verwend. In mijn bekwame knuister legt hij graag zijn lot neer. Ik ben een gentleman, een dienaar, maar geen slaaf. De nobele nazaat van de bastard van een graaf, met vrij wat blauwsel in mijn aderen stroom. Ja, ik heb zelfs ergens nog een adellijke bastaardsuikeroom. Maar Boris zal geen ogenblik verzagen. Voorgoed zal hij zijn lot met vreugde dragen. Hij is niet van aan mij de terzijde staat. Tralala, tralala, la. Hij is een slim en een zut en een toeverlaat. Tralala, altijd hoort die Boris, die Boris, die Boris. Als Boris er van door is, gaat alles verkeerd. Maar Boris is dit was Maliënvolder, luisteraars. Aan de eerste aflevering, getiteld De Verjaardag van Tante Ophelia, werkten mee Koen Flink als de baron, Guus Verstraeten als Boris Bastert, Leen Jongewaard als meneer Sporkenhout, Henny Orrie als Mies, Tony Huurdeman als Trees en Simone Rooskens als Annie.
De liedjes van Jaap Molenaar en Jelle de Vries werden begeleid door Pierre Biersma, Wim Sanders, Frans de Guise en Ferdy Postema de Boer. Dialoog, regie en samenstelling, Jelle de Vries. Dit is Malienkolder met een trauma op de E. Luisteraars, op kasteel Meijenzorg verscheen onlangs ene Lola, ogenschijnlijk een reizende waarzegster, die echter weldra van grafelijk een bloede bleek te zijn. Zij vatte een feodaal geheel onverantwoorde genegenheid op voor meneer Sparkenhout, wat uiteraard bij baron Otto niet in goede aarde viel. Rauwe, je bedoelt toch niet een wettig huwelijk met hem aangaan? Oh ja, een lekker wettig huwelijk. Heerlijk. Uitgesloten, Lola. Dan zal het vuur des hemels nederdalen op mijn arme hoofd. Om het verschil tussen hoog en laag duidelijk te maken, vertelt Boris dan een verhaal over een eerzaam kolenbrander die Pieterse heette. Was de man van adel? Was de man van adel. Lola. Mensen die Jansen heten, of Pietersen, of de Vries of zoiets, die zijn nooit van adel. Ze zijn volkomen onbelangrijk en spelen in ons leven geen enkele rol. Onthoud dat goed, ga door. Lola, hierdoor ogenschijnlijk wijzer geworden, belooft beterschap. Intussen dreigen nieuwe moeilijkheden. Otto wordt namelijk benaderd door de burgemeester van het dorp, die in verband met een uitbreidingsplan een stuk Meijenzorg van hem wil overnemen. Otto reageert zeer emotioneel en ziet kans om de burgemeester wat milder te stemmen. Nou ja, kijk, kerel, als je er zo sentimenteel tegenover staat, dan zoek ik maar een andere oplossing, hè. Binnen! Otto, wie is die man hier? Eén van ons of is het een naamloze burger? Pardon, mag ik me even voorstellen? De naam is Pieterse. Wat? Pieterse? Ja, dat is niet dus eens zo. De zwievelgem, of zoiets? Gravin, u vergist u. Pieterse, dat is geen naam, zeg. Dat is een onfatsoenlijk woord. Gravin! Het is Pieterse met een ei, zonder puntjes. Och, arme man, heb jij geen puntjes? Stakkertje. En kwam je nou bij meneer de baron om een paar puntjes te leren? Voor je ei? Zeg toch. Zeg, Bok, wat is dit voor waanzin? Zeg, wat heeft dit te betekenen? Wie is dat brutale mens? Dit brutale mens? Beste brave Pieterse. Mijn stamboom gaat terug tot de Durken en de Florissen, waar jij op school over hebt geleerd. Als je tenminste niet bezig was met het hoeden der ouderlijke varkens. Toevallig heeft meneer de baron hier vandaag nog onderstreept dat Jansens en Pietersens volkomen onbelangrijk zijn. En in ons leven geen enkele rol spelen. Het is een ras van kolenbranders, knollenrapers en slootgravers. Otto de Bok van Amerika, is dat waar? Heb jij dat gezegd? Ja, sorry zeg, ik heb het eigenlijk wel meer. Dan weet ik genoeg, zeg, vlegel, dat je er bent. Hectare vreter. Hè? Waar is mijn ponteneur? Ik wil erop gaan staan. Ik ben te goed en veel te vroeg om dit over mijn kant te laten gaan. Wat let me of ik onteigen heel dit slot. Ik breek de hele boel kapot. Wat let me? Wat let me of ik breng hoogmoed voor de val. Ik zet de bok gewoon op stal. Wat let me? Ik laat me niet beledigen. Ik zal mijn naam verdedigen. Wanneer mijn ijdel spot met iemand van mijn standing, dan krijgt jouw slot per slot geen happy ending. Nee. Wij zullen ons verleren. Wij laten ons niet ruïneren. Met heel ons leven staan wij voor mij een zorg. Ik wijk niet van mijn stuk. Ik blijf er star op staan. En compenseer bezeerde eer.
door toornig als een tijger toe te slaan. Wat let me, of ik ontmantel heel dit huis, die dolle Lola daar in kluis. Wat let me, straks gaat in ambtelijke stijl jouw hele stamboom voor de bijl. Wat let me, vier jij me met klaroengeschal, jouw allerlaatste bokkenbal. Ik sloop jouw slot, dan ga er daarna aan verdienen, dankzij een bord bezichtigde ruïne. Nee, wij zullen procederen. Wij laten ons niet ruïneren. Met heel ons leven staan wij borg. Voor mij een zorg, voor mij een zorg. Beschouw bij voorbaat elk proces maar als verloren. Gegroet de bok, van mij een zorg. Je zult nog van mij horen. Bilo! In aansluiting op ons desbetreffend onderhoud deel ik u mede dat ik mij maandag aanstaande te 19:35 bij u zal vervoegen ten einde de onteigening te bespreken van plusminus 77 hectare bosgrond bestemd voor het uitbreidingsplan onze gemeente. Het was getekend HBS A. Pietersen. Burgemeester. Nou, we zullen het beste maar van hopen. Hoe laat is het sporkenhout? 19:31. Toe, 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 toe. Mooi. Staat de wijn klaar, Boris? Ja, meneer Baron. 6 flessen Toxopé 1910. 6? 7 bedoel je? Nee, 6, meneer Baron. Ik heb even geproefd of het een goed jaar was. Ah, dat is heel attent van je, Boris. Hoe is die? Zeer mals in de bek, meneer Baron. Een wijn die een vuist maakt. Als hij de burgemeester maar een knock-out slaat, dan vind ik alles best. Is de lange ook versierd? Zeker, meneer de Baron. In een wijde, klokkende jurk. Dat toont een beetje meer, hè. En verder is hij gehuld in een wolk van een zeer voluptueuze parfum. Silk stockings heet het. Wie doet? Ik hoop dat ik me zou kunnen beheersen, meneer de Baron. Het is een killer. Nou zeg, die parfum van de gravin, die ligt er anders ook niet om. First night heet het. Eerste nicht. Ik ben er helemaal overstuur van. Alle oude gevoelens borrelen weer in me op. Denk erom, feodaal blijven, Sporkenhout. Zeg, doet ze nog wel eens mal tegen je? Ach, wat heet mal? Nou, zo je weet wel. Raar. Oh, raar. Nee, meneer de Baron. Ze behandelt me zeer uit de hoogte. Maar als u het mij vraagt, hoef ik maar te kikken. Hoe vindt u mijn neus? Binnen! Daar ben ik dan. Hoe vind je mijn japonnetje, Otto? Oh, heb je je ponnetje aan? Ja, nou je het zegt. Geef me zo'n vergrootglas, Boor. Zal ik eerst de rode schemerlampjes even aansteken, meneer de Baron? Oh, ja, vooral zeg. Lola, zul je ditmaal vriendelijk en correct zijn tegen Pietersen? Alles wat ik aan de man misdaan heb, zal ik eigenhandig goed maken, Otto. Hè, zeggen jullie nou eens hoe jullie mijn neus vinden? Bella! Meester Pietersen met een ei zonder puntjes. Aha, onze eregast. Welkom, burgemeester. Welkom in ons midden. Wees welkom, burgemeester. Wees burgemeester. Wees burgemeester. 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 Pietersen. Welkom. Zachte bok, zullen we dan maar even naar je kantoor gaan? Ik heb wat stukken bij mij, hè? Pardon, meneer de Baron, dat gaat niet, hoor. Ik ben aan het luchten. Alles staat open vanwege de sigaren van de muziektent. Tje, hé, wat is dat voor nonsens, de bok? Oh, nee,
zeg, dat is geen nonsens hoor. Ik heb vanmiddag het bestuur ontvangen van het gemeentelijk fanfarekorps wie het eerst klaar is. Over een paar kleine schenkingen mijnerzijds. Muziektent op de brink en een nieuwe tuba. Hé, zegt dat is aardig, zeg. Nou, ga er mee zitten, burgemeester. Nee, niet hier, daar, in die lekkere luien. Ja, graag, ja. Zo, naast gravin Smallandbroek de Monsoe. Ken je de burgemeester nog, Lola? Oh ja, allicht zeg. Ik heb hele nachten van hem wakker gelegen. Onvergetelijke man. Burgemeester Pieterse zelf. Pardon. Pieterse, gravin. Oh ja, zonder de puntjes. Pieterse met de P. Niet te verwarren met Pieterse met Pie. Ja, laten we daar maar niet verder op ingaan. Het lukt mee. Inderdaad, ter zake. De bok. Dus u heeft een stukken bij u, burgemeester? Jazeker, kleine meneer Sporker. Hoort, wij kunnen meteen... Wat is er met uw neus? Oeh, mijn neus? Waarschijnlijk wat gezwollen, hè? Hij ziet bovendien vuurrood, kerel. Oh, ach ja, ja, kijk, ik ben er zelf al een beetje aan gewend, hè. Het zal wel nooit weer weggaan. Er hebben muskiet van die neus gebruik gemaakt, burgemeester. Ja, de beest had honger. dat was zeker niet om te lachen. Wacht, zitten hier muskieten? Nou, nee, hier dus niet, burgemeester. Maar ik heb dus onlangs dat perceeltje grond geïnspecteerd, waar u dus die huis op gaat bouwen. En toen heb ik dus... Waarom zegt u steeds dus? Oh, dat doet tegenwoordig iedereen, burgemeester. Televisiegesprekjes bijvoorbeeld, die bestaan voor de helft uit het woordje dus... en voor de rest uit andere flauwekul. Maar zoals ik dus zei, ik heb het dus even bekeken en het was er dus erg vochtig... want er zit een uitstulping van de rivier onder en dus... Zitten er muskieten? Ja, ze tieren er wilder. Glaasje wijn, burgemeester, voor de schrik. Ja, graag zeg. Mooi zo. Boris, laat die toksoep eens opdragen, zeg. Alsjeblieft, burgemeester. Lekker vol glas. Merci, Boris. U ziet hartstikke wit, burgemeester. Wil u een fijn kussentje in de rug? Ja, dat is lekker zo. Ja, lekker. Ja hoor, we zullen onze burgervader eens mooi verwellen. Ja. Hè, vader? U heeft per ongeluk uw hand op mijn knie gelegd, gravin. Hè? Wat dom van me. Heeft u er last van? Integendeel, ik heb er enorm gemak van. Hè? Ja. Vraag het maar aan mijn privé-secretaresse. Die zit soms helemaal op mijn knie. Ja, leuk. Hè? Denkt u dat ik zwaarder zou zijn dan die secretaresse? Oh nee. Ja, nou, als je zie je wel. Ik dacht het wel, u bent veel lichter. Hè? U zit ook lekker. Hè? En u heeft ook niet zo'n gruwelijke schapenwolle trui aan. Hè? Zeg, Lola. Diezelfde schoten. Daar heb ik ook eens op gezeten. Ja, als baby zijnde. Ik heb toen alleen maar vrolijk gekild. Het is wel een verschil, hè, burgemeester? Ja, dat is ook een hele vooruitgang. Ja, het is ook bovendien veel minder riskant. Wat ruikt het hier verrukkelijk, hè? Oh ja, dat ben ik. First night. Oh nee hoor, dat ben ik. Silk stocking. Oh Gunst, ik was al bang dat ik het was. Man only. Meneer de baron, zal ik er nu maar een lekker muziekje opzetten? Graag Boris, iets puurs. Heeft u het hier niet heerlijk naar uw zin? Drink eens uit, dan schenk ik nog eens in. Is die leuning niet te stroef? En is die whisky niet te straf? Geef me even uw sigaar, ik tip
de aster voor u af. Zal ik uw ambtelijke keten even wrijven? Wil u soms een of andere sport of spel bedrijven? Burgemeester, laat uw kaviaar niet staan. Burgemeester, ben u helemaal voldaan? Suja, suja, vroeg, vroeg de vader. Wat u ook wenst, u krijgt uw zin. Suja, suja, vroeg de vader. Zoetjes, zoetjes, spinnen bij u. Maar op dit kussen neer. Of wil u liever kussen zonder meer? In uw edelachtbaar voorhoofd zit een hele diepe plooi. Zal ik hem even wegmasseren? Kijk, wat is die nou weer mooi? Zal ik een stukje uit het wetboek reciteren? Of op een ander vlak mijn kunnen demonstreren? Graag verwennen wij de onpas en de pas. Burgemeester, of die meester burger was. Suja, suja, vroeg, vroeg de vader. Wat u ook wenst, u krijgt uw zin. Suja, suja, vroeg de vader. Zoetjes, zoetjes, spinnen wij u in. De stormwind loeit wel hevig in de haard. Eén wenk van u en ik zorg dat die bedaart. Zal ik een liedje voor u zingen van het grietje en de graaf? Zal ik een sprookje gaan vertellen van de schutter en de raaf? Zal ik uw zeer notabel neusje even snuiten? Zal ik uw openstaande bekkie even sluiten? Wilt u nog iets? Zeg het maar. Hoe spreekt u dan? Eerlijk zeggen. Is het wel gaaf, die is kom in, is dat... Oh, foei. Daar bloos ik nou toch van. Suja, suja, vroeg, vroeg de vader. Wat u ook wenst, u krijgt uw zin. Suja, suja, vroeg de vader. Zoetjes, zoetjes, zoetjes. Zo, meneer de Baron, de gravin ligt op één oor. Ik heb er even fijn in gestopt. Mooi werk, Lange. Ze heeft een zware avond achter de rug. Burgemeester ook, trouwens. Nou, zeg dat wel, zeg. Ze hebben heel wat afgedanst met z'n tweeën. Het liep in de kilometers. Dacht dat er nooit een eind aan kwam. kleine meneer Spalkenhout. Ik jaloers, jaloers. Oeh, nee hoor. Ik heb geen momentje behoefte gevoeld om met de burgemeester te dansen. Er was trouwens geen spel tussen te krijgen. Maar u zal wel moe zijn, hè, van al dat vastklemmen. Ach, moe maar gelukkig. Ach, ja. Zal ik u dan straks even fijn instoppen, burgemeester? Ja, ben ik er raar in, hoor. Nee, darling, de burgemeester blijft niet logeren. Wat ruikt jij lekker, zeg? Oh ja, dat is spul van de grafin. Ik mocht even van de stuiven. Ze heeft zo'n ding, weet je wel, zo'n vampirisateur. Hier, snuif maar eventjes. Achter mijn oor zit het ook. Zalig, darling. Zullen we maar gaan slapen? Meneer de Baron? Och ja, waarom niet? Zeg, de bok. Ja, die huh? Geur. Ja. Huh? First night. Ja. Huh? Daar word ik stapel gek van. Ach, wat een leuke reclame voor het merk, hè? Dames, gebruik toch First Night. Zelfs burgemeester lust er wel pap van. Ja, ik
zo de gravin best een serenade willen brengen, weet je dat? Nou, kan toch. Nee, dat kan niet, meneer de baron, want ze slaapt. Oh, dat is geen punt, langer. Wel, nee, zeg. Ik zal er wel even gaan roepen. Nee, Sporkenhout, dat doet de lange. Wij gaan met de burgemeester mee ter assistentie. De nachtegaal zingt hier alleen over jou, maar zwijgt als jouw stem zich laat horen. Voor jou bloeit een korenbloem blauwer dan blauw, en voller dan vol groeit het koren. Jij roept en geen schaap volgt zijn herder, mijn lief. Jij vraagt en de aarde draait verder, mijn lief. En de man die zijn hutje wou bouwen op het ijs, bouwt voor jou op de dam een paleis. Het wijsje dat eenmaal voor jou werd gespeeld, wil nooit meer voor anderen klinken. De zon die jouw glanzende haar heeft gestreeld, brengt zichzelf als jij weg bent tot zinken. Het roosje dat jou mocht bekoren, mijn lief, ontdoet zich beschaamd van zijn doornen, mijn lief. En de hemel die jou hier beneden ontwaart, is voortaan een hemel op aard. Het koeltje dat koeltjes jouw mond heeft gekust, gaat liggen om van jou te dromen. Het beekje dat bleekjes jouw dorst heeft geblust, vergeet om nog verder te stromen. Voor jou gaat een plant eruit rooien, mijn lief. Voor jou zullen vorsten ontdooien, mijn lief. Is het een wonder dat hij die dit lied heeft bedacht, heel zijn leven op jou heeft gewacht. Heel zijn leven op jou heeft gewacht. Goedemorgen, goedemorgen. Hoe vinden jullie mijn neus? Om te zoenen, Sporkenhout. Hij is weer helemaal douw, hè? Gisteravond was hij meer het snoepie van de week. Het zou best een doodgewone ordinaire mug geweest zijn, de oude reus. Hoort u dat, meneer de baron? Ja, onnozelheid, uw naam is Treskelling. Het was geen muskietenbeet, lange. Het was een strategische manoeuvre. Oh, is dat besmettelijk? Nauwelijks, darling. Zeg, zou jij de lipjes niet eens even vrolijk bijsminken, hm? Frisse morgenrood is ver te zoeken. Dat ken ik niet, Boris, want mijn lipstick is met de muziek mee. Ach ja, dat is waar ook. Hier is hij, Treesje, wat er tenminste van over is. De burgemeester is naar huis, dus ik heb hem niet meer nodig. Zo, dat is een mooie boel hier, hè? En houdt Vester die zijn eigen sminkt omdat de burgemeester op bezoek komt. Ja, mijn neus. Het ging er wel moeilijk af, zeg. Kisproef zeker, hè, Boris? Begint pas af te geven na de 36e kus in successie, meneer Sporkenhout. Probeert u het maar. Graag, Boris. Kom, Treesje, de baas vindt het goed. Ja, zeg als het nou maar uit is. En ik zal een boon wezen als ik er wat van snap. Lange, op mijn heerlijkheid zitten geen muskieten. De laatste is gesneuveld in de 80-jarige oorlog. En het gemeentelijk fanfarekorps kan van mij de pip krijgen, maar geen muziektent. En zeker geen nieuwe tuba. De oude doet toch best. Nou, zeg.
Zegt die grafin, die heeft anders ook braaf meegedaan, hè. Ze deed net of ze helemaal kapot was van hem. Ja, ja, het was een hartbrekend schouwspelletje. Oh, nee, hoor. Ik vind het best een knappe gozer. Hij heeft wat voor vrouwen, hè. Net als Boris. Zo'n echte haarman, hè, meneer de Baron? Oh, is me nooit zo opgevallen. Waar zie je dat aan? Oh, dat zie je niet. Oh. Daar kom je zo langzaam achter. Oh. Door middel van een strategische manoeuvre. Met of zonder lipstick. Zeg, meneer de Baron, iemand die Pieters heet, is die nou hoger dan iemand die gebukt gaat onder de naam Sporkenhout? Per slot heb Sporkenhout ook geen puntjes als puntje bij paaltje komt. Darling, de man is jonkheer. Nee, dan moet je me niet in de war maken, Boris. Hij is Pieterse. Jonkheer, dat is die Vlaamse reus die altijd Hotfried zegt. Triesje, je raaskalt. Jonkheer is een adellijke titel. Serieus? Nou, dan is het zeker hartstikke laag, nooit van gehoord. Inderdaad, Lange, jonkheer is hartstikke laag. Dat is bijna een mens. Maar hij mag met de gravin trouwen en dat gaat dan ook gebeuren in het onderhavige geval. Nee, heb ze het ja-woord gegeven? Ja, darling, na de serenade in plaats van applaus. De gravin is namelijk gek op muziek, hè, meneer Sporkenhout? Ja, ja, en zo leuk zeg. Voor de burgemeester naar huis reed, heeft hij nog gauw even een officieel stuk getekend met bevende hand. Is dit zo leuk dan? Ja, 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 want daar staat in dat de heerlijkheid Meijenzorg voortaan beschouwd zal worden als historisch cultuurmonument. Onvervreemdbaar. Dankzij de muskieten van Sporkenhout, de nieuwe tuba van de Van Waren en vooral dankzij het ja-woord van Lola. Arme Lola. Ja, ja. Arme Sporkenhout. Ja, ja. Ze kunnen van mij die adellijke titels gestolen krijgen, hè Boris? Jij bent misschien een doodgewone bastard, maar voor mij ben jij een lord. Ga je mee? Ga maar piepersjassen voor het afscheidsdiner. Ik kan wel halen. De wagen staat voor, de koffers zijn gepakt. Vaarwel. Het leven gaat door. De wereld bleef intact, vaarwel. Er glinstert iets in het hoekje van je oog. Wees maar gerust, we houden het wel droog. Vaarwel. Nou, niet meer praten. Vaarwel. Het is afgelopen. Vaarwel. De show is over. Vaarwel. Adieu. Ik wil niet spelen. Adieu. Met van je Marten. Adieu. De song is ended. Vaarwel. Het windje in de wilgen lispelt zacht. Een chanson triestig van het ja-woord dat verdwaalde in de nacht. Vaarwel. Wij moeten beiden. Vaarwel. Dit gaan vergeten. En niemand mag het weten. Vaarwel. Van het ja-woord dat verdwaalde in de nacht. Vaarwel. Wij moeten beiden. Vaarwel. Dit gaan vergeten. En niemand mag het weten. Dit was Malienpolder, luisteraars. Aan de 10e aflevering, getiteld De Bok zet een val, werkten mee Connie Stuwart, Tony Huurdeman, Koen Flink, Tom van Duinhoven, Guus Verstraeten en Leen Jongewaard. De liedjes werden begeleid door Pierre Biersma, Wim Sanders, Ferry Postuma de Boer en Frans de Guise. Samenstelling en regie, Jelle de Vries.
Dit is Malienkolder met een trauma op de E. Hier, zeg, broekenmeester. Ja, vrouw Ophelia. Geef me die kist sigaren eens aan, zeg. Ja, vrouw. Alsjeblieft. Merci, broekenmaakster. Tante Ophelia, wilt u zo goed zijn om geen broekenmaakster meer te zeggen tegen die lange? Ze heeft al die maanden dat ze hier is geen broek meer aangeraakt. Laat staan gemaakt. Oh, gus, meneer de baron, heb u een sleetplekkie? Sorry hoor, dat heb ik echt niet in de gaten. Gaat ik letten niet zo op, weet u. Maar als u er nou prijs op stelt, dan wil ik u met alle soorten van genoegen heel houden hoor. Lange, jij begrijpt niets van de stormen die mijn ziel teisteren. Daar zitten de sleetplekjes. Heeft u het weer moeilijk, meneer de baron? Ja, Boris, trouwe huisknecht. Zeer moeilijk. Hé, dat doet me nou echt plezier, meneer de baron. Ik dacht feitelijk dat ik de enige was die het moeilijk had. Franse Susie is ook al naar de wintersport. Otto, waar hebben jullie het over? Wat voor moeilijkheden? Pardon, vrouw, u bent 96. Dat kan best, maar het geheugen is prima. Zeg op, Otto. Moet ik even weg, meneer de baron, als het intiem wordt? Nee, darling. Jij bent bij de moeilijkheden van meneer de baron nauw betrokken. Het is niet waar. Gewis. Meneer heeft namelijk opgemerkt dat jij enorm veel voor je medemensen over hebt. Oh ja, alles. Zo ben ik nou eenmaal ingericht, de moeder de natuur, hè. En het wordt steeds erger ook. Juist. En dat heeft meneer tot nadenken gestemd. Het is wat moois. Zegt u dat wel? Uren lig ik aan haar te danken. Geen bedelaar klopt aan de achterpoort of de lange snel toe om de man alles te geven wat ze op dat moment bij zich heeft. Oh juist. En dan denkt u, oh, was ik maar een bedelaar. Nee, Sparkenhout, nee. Ook jij hebt geen flauw begrip van mijn ellende. Oh, had ik maar geld. Tja, voor niks gaat de zon op. Had ik maar geld, zeg ik. Ook ik zou wel eens iets willen doen voor mijn arme, misdeelde medemensen. Van 's morgens laat tot 's avonds vroeg werk door de band mijzelf genoeg. En vaak niet te genaken, maar nu en dan, incidenteel, voel ik mij een Florence Nightingale. En het ijs begint te kraken, zo edel als een edelwijs, zo nobel als de Nobelprijs. Wil ik dan mijn naaste dienen? Ja, ik voel me zo vrijgevig als het mammoethart van meester Kals. En puur als margarine. Verdorst uw keel, verdroogt uw lip. Ik schenk u een dubbele cherry flip. Of desnoods een cognacje. Ik ben een kaap, de goede hoop. En ik bewaar mijn fraaiste knoop. Voor het collectezakje stuur mij een schurk, ik stenig hem. Breng mij een noot, ik lenig hem. Waarbij ik op geen hap kijk, toon mij een krot. Wij slopen het, geef mij een dorp, ik open het. Denk niet dat ik voor een klap wijk. Ach, had ik geld, ach, was ik rijk, wat ik met al dat aardse slijk al niet voor moois brandde. De gouden pannen op mijn dak, had ik daarvan de helft op zak. Geloof me, dan beschaamde mijn gullegevers hand voordaad de Deventer gemeenteraad. En provinciale staten bezat ik maar een paar miljoen. Bilo, ik zou iets willen doen. Nu kan ik alleen niets laten. Mathilde, als je net wist wat ik wilde, als jij al die aardappels schilderde, dan was ik te
vrij. Plop. Trel, dal, 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 een inlompige hulde sloemer. Warre voet ze met een hongerige blik in de ogen. Het lijkt onderhand wel of ze het aan elkaar doorgeven. Vooral als ik eens een keertje alleen thuis ben. Nou. Ja, 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 kalm man. Even mijn handen afdrogen. Zo. Kom er maar in, sloemer. Hier brandt de kachel. Zet je bedelstaf maar in de paraplubank. Mejuffrouw, hoe kan ik u danken? Door netjes je barre voeten te vegen. En vertel eens, hoe ben jij zo tot de bedelstaf gekomen, sloemer? Heb jij wat uitgehaald? Nou, boze tong beweren dat ik een paar maal plagiaat heb gepleegd, maar verder... Wat? En wie garandeert mij dat je niet zit te popelen om achter elkaar plagiaat te plegen op mij? Die juffrouw. Wat een hartveroverende opmerking. U bent aanbiddelijk, juffrouw. Zie je wel. Begint hij al. Draait met je bedelstaf. Maar lieve me, juffrouw, ik bijt niet. Ik wel. Draait. Huis. Ik ben ongevaarlijk. De naam is Vogelenzang. Al was de naam Landru. Draait. Simon Vogelenzang. Van de moord op simpele zandjes. En je staat dichterbij en je krijgt een broodmes tussen je ribben. Ja, juffrouw, ik ben kunstenaar. Oh, ook dat nog. Eruit, moordenaar. Maar simpele zandje is een boek, juffrouw, een roman. Serieus? Mijn woord. Dus, je hebt er niet echt vermoord? Wel, nee, stel je voor, hé. Trouwens, in het boek wordt ze ook niet echt vermoord, hoor. Het is eigenlijk meer symbolisch, hè. Oh. Ja, kijk, ze bestaat feitelijk niet eens, hè. Kijk, Santje is eigenlijk een gedachteprojectie van de hoofdpersoon. Ontstaan uit een traumatische jeugdervaring. Onderbewust uitgegroeid tot een quasi-reële component van een schizoïde denkwereld. Waarin eigenlijk indirect het logische denken dan achterhaald is door het zogenaamde postlogische denken. Met natuurlijk evidente invloeden van Sartre... Het Kinsey-rapport en olie bij Bobbel. Maar, waarbij tenslotte niet mag worden vergeten dat hier eigenlijk sprake is van een eersteling eigenlijk. Hè, die eigenlijk zonder meer gezien moet worden als een poging tot autobio-pornografische zelfverzaking eigenlijk. Een makke. Nou, hier heb je een kop snet voor de schrik. Slobber maar op, sloeber. Duizendmaal dank je, vrouw. Dat is lekkere snet, zeg. Kan je daarvan leven? Van snet? Nee, sloeber, nee. Van het schrijven van je. Of ik daarvan leven kan. Een schrijver zonder subsidie is als een kop snet zonder worst. O, gunst. Heb ik er geen worst in gedaan? Nou ja, een heel klein hompie. U lijkt wel een staatssecretaris. Ik had het kleine hompje eigenlijk moeten weigeren. Nou, hier dan. Vooruit. 1, 2. Hap, zet ie. Nou, dat ligt er niet om, hè? Hij is geweldig, hoor. School te kennen voor dan niet nemen. Verdraaid. Ken je die man, sloeber? Persoonlijk? Zeker. Teddy ook? Nee, die niet. Toen Simpele Santje verscheen, heb de staatssecretaris me persoonlijk opgebeld. Weet je wat hij zei? Nou? 10 mil per jaar als je het nooit meer doet, zei hij. Maar ja, ik heb het niet laat, hè. Ik heb iets te zeggen, hè. Mot. Trouw nooit met een schrijver, mijn juffrouw. Pluk liever een boekhandelaar. Ook al blaak ik van ijver, mijn juffrouw. Het blijft schooieren, schooieren maar. Het voorschot van oorschot of bezige bij dekt nauwelijks de prijs van een tweedehands pij. Trouw toch nooit met een schrijver, me juffrouw. Spring liever meteen in het ei. Ik go als de dolaard langs paaltjes en perk. Ik voel me als een wolf zonder deken. Het brood dat ik eet is zo droog als mijn werk. Wee de vrouw die het met me wou breken. Het komt voor dat het nest waar een schrijver in hokt zelfs vinken een knipoog ontlokt. Trouw nooit met een dichter, mejuffrouw.
grijp liever een boekdrukkersknecht. Ons gewicht wordt steeds lichter, mejuffrouw, want wij brullen vergeef om ons recht. Ten voeten uitprijkt vaak ons hoofd in de krant, doch springt zelfs een kronkel haast nooit uit de band. Trouw toch nooit met een dichter, mejuffrouw, aan dichters heeft Holland het land. De kunst wit in Holland, maar zielig betaald. Men wil er geen stuiveling voor geven. Wij hebben bij Scholte steeds bakzeil gehaald. Onze zeilen zijn moe van het reven. Het loon van ons werk, die rechtmatige buit, dat geld geven uitgevers uit. Hoe fel ook mijn romans, mejuffrouw, nog feller de pijn die ik leid. Want ook u leest slechts Bomans, mejuffrouw, die vol trots in een omnibus rijdt. Trouw nooit met een schrijver, blijf liever alleen. Waar wilt u toch heen met zo'n blok aan uw been? Heus u vindt bij een schrijver, mejuffrouw, geen brood, maar een bruidsbed van steen. Ja, freule, op Helia. Heb je nou boerenjongens onder de kurk? Zeker, freule. Zeer oude boerenjongens. Mooi zo. Schenken ze een knulletje. U ook, meneer de baron? Nee, boer. Liever boermeisjes. Ook zeer oude, meneer de baron? Oh, nee, Bilo. Zeer jonge boermeisjes graag, boers. Die meneer de baron. Als ik niet beter wist, dan zou ik nog denken dat u het meende. En waarom zou ik het niet menen, Spalkenhout? Nou ja. Oh, ja. Stel je voor, maandenlang regent het hier zussen. De Lange, Mies, Annie, Franse Suze, gravin Lola met het moedervlekje. Ik begin gewoon sterk aan het zwakke geslacht te hechten. Mannen, jongens, stel je niet zo aan. Je wordt al nerveus als er een juffrouw in de buurt is. Ja, maar tegenwoordig word ik ook nerveus als er geen juffrouw in de buurt is. Boris, waar is die Lange? Gerust, meneer de baron. Is ze moe, Boris? Kennelijk, meneer Spurkenhout. Heeft ze wel meer de laatste dagen. Dan verdwijnt ze opeens naar boven. Alleen, soms neemt ze zelfs haar etensbakje mee. En een fles wijn. Inderdaad, en dan is haar deur op slot. Hoe weet u dat, meneer Spurkenhout? Oeh. Tja, ja, meneer de baron, kan ik niet een weekje naar de wintersport? Nee, Spurkenhout, veel te inspannend voor je, zeg. En stel je voor dat je wat verstuikt, of breekt, of zo. Stil eens. Ik hoor wat. Boven. Oh, het zal Treesje zijn, tante. Nee, het komt van de kant van de rommelzolder. Vannacht heb ik ook al wat gehoord. Hé, dat is sterk, zeg, ik ook. Ik lag een mooi boek te lezen over de wintersport. En toen was het opeens plotseling of ik een pen hoorde krassen. Een pen? Ja. Bijlo, het testament van Otto de Overjarige. Was dat voor nonsens, boer? Stel u voor, een beeldschone lijfeigene. Verleidelijk als een dubbele pesmelba. Ja, lekker gruwelijk, zeg. Hoe heette dat consumptieartikel, Boris? Grommelina, meneer Spurkenhout. Otto de Overjarige had haar aangekocht om zijn beide zoons een bescheiden genoegen te doen. Zij gaf de jongens namelijk les in wiskunde. Bah, zeg, wat ellendig, hè, voor de kleuters. Integendeel, meneer de baron. De hummeltjes waren niet bij het vrouwtje weg te trappen. Helaas, het is ongelijk verdeeld in deze wereld. Nog zwoeg de Archibald op vierkanten rechthoeken en parallello piependrums. Toen Pierke zich reeds tot diep in de nacht toelegde op de studie van allerlei curven. Daarbij moedigde het meisje, enthousiast over zijn vorderingen, hem gedurig aan steeds verder te gaan. Zo. En hoe stond Doude Otto er tegenover? Hij sloeg de ontwikkeling met bezorgdheid gade, meneer de baron.
De overjarige hield namelijk van beide jongens evenveel. En het stuitte hem tegen de oude borst dat Pierke meer zou hebben dan Archibald. Al was het maar verstand van wiskunde. Vandaar dat bewuste testament. Wat stond erin, Maurice? Dat al wat hij bezat gelijkelijk onder de jongens moest worden verdeeld, vrouwen. Wie de linkervleugel van het kasteel erfde, kreeg ook de linkervleugel van Grommelina. En andersom. Of je een kippenboutje aansnijdt. Heel eng, hoor. Inderdaad. En toch werd het testament bij de verdeling van de erfenis op de voet gevolgd, ook wat Grommelientje betreft. Ja, jakkes boor. Zeg, overlangs of overdwars? Meneer de baron, de jongens hebben de zaak opgelost volgens de regelen der hogere wiskunde. Ga weg. Jazeker, meneer de baron. Door middel van een simpele driehoeksverhouding. Maar, de geest van de overjarige vond geen rust. Nog steeds waart hij rond op de Meienzorg. Vaak hoort men hem zachtjes mompelen. Zo had ik het niet bedoeld. Nog steeds krast zijn pen. Sssst. Ik hoor gestommel. Ja, ik ook. Ja, het is waar. Sponknoot, ga kijken. Wie? Ik? Ja, die anders. Zijt gij niet van zessen klaar? Oh, ja, dat wel, meneer de Bron. Staat u mij toe dat ik uw geweer meeneem? Ja, ja, allicht, zeg, pak het maar. Het hangt boven de schouw. Bilo, Bilo. Oh, binnen. Ongelukkig, de streesje. Kijk, toe, meneer Sparkaat met proper schieter. Nou, doe weg die spaatsporkenhout. Ik ben geen wild zwijn. Is dat juist, Boris? Daar zal ik mij niet over uitlaten, meneer Sporkenhout. Zeg, darling, het spookt hier. We hebben gestommel waargenomen op zolder. Gestommel? En ik heb nog zo gezegd dat hij... Lange, je staat hier op historische grond. Eerlijk? Ik dacht dat het gewoon imitatieparket was. Klets niet. Alles wijst op een succesvol optreden van mijn voorvader, Otto Doverjarige. Die meneer. Ja, ja, lach maar, lach maar, lach maar. Kan wel merken dat jij geen voororders hebt. Nee, gelukkig niet. Maar zeg eens, Sporkenhout, je gaat toch niet schieten op jarige Otto, hè? Wat kan jou dat schelen, broekenmaakster? Nou, niks, maar zal ik even gaan? Jij? Ja, ik weet hoe ik met spoken om moet springen. Ja, dat is een feit, meneer de Bron. Iemand die het uithoudt met boren. Mijn idee. Zal ik dan maar? Geen kwestie van, broekenmaakster. Geen fiebel de kwente. Zo is dat, Robbedoes. Vrouw Ophelia bedoel ik. Vooruit, Sporkenhout. Doe je plicht. Op naar de rommelzolder. Avanti! Oh, kijk. Otto. Kijk eens, daar komt hij aan. Wie, waar? Daar, Sporkenhout op de wendeltrap. Met de geest van de bed. Tante, zit er een bast in de plaat? Bed, over grootvader Otto de overjarige. Bilo, u hebt gelijk. Sporkenhout, is hij ongevaarlijk? Bij het sloemen af, meneer de baron. Echt een dode diener, hoor. Deze kant op, opa, vooruit. Ja, doe je alsjeblieft dat geweer weg, zeg. Ik word zo zenuwachtig van, zeg. Vergeet u het maar, opa. Dat geweer is een noodzakelijke maatregel in het kader van de BB. Ja, maar moet hij sluiten? Stil! Ja. Juist. Stampa, wees welkom in ons midden. Ja, meneer, moet hij sluiten? U vergist u, hoor. Oh, Boris. Boris, hou me vast. Ik voel me zo naar opeens. Ik ook, darling. Zeer naar. Opa heeft mijn trui aan. Wat sta je er voor idiote grimassen tegen opa te maken, broekenmaakster? En waarom hou je de vinger op de lippen? Oh, zenuwtrekkingen, vrouwen. Zo, dus dit is dan de geest van Otto de overjarige? Ja, ja, zover wij weten wel. Is het niet, opa? Ja. Ik ben Otto de overjarige, ja. Hij ziet 100 jaar waarschijnlijk zo in mijn geliefkoosde kasteel eigenlijk, hè, om een beetje rond te spoken, hè. Ik vind het wel leuk eigenlijk, ja. In een trui van mijn huisknecht. Ja, tuurlijk. Ik ben ontzettend vatbaar, hè, voor de geest eigenlijk.
Oh, je moet rekenen, hij is al oud, Otto. Ach, volgens mij ziet hij er nog uitstekend uit, vrouwen. Voor zijn leeftijd, hè, Boer? Inderdaad, meneer Spurkenhout. Ja? Je zou hem zijn 783 lentes niet nageven. Het is meer een verwaarloosde puber, om zo te zien. Een soort Leidse pleinwrak. Wat hangt die floret hoog? Wat wou je daarmee, Boer? Oh, meneer Bronk wou hem zo graag even prikken, hè. Met permissie. Lijkt me giller. Oeh, ja, knal, zeg. Ja, dan zie je meteen dat hij niet echt leeft, hè. Nou, zal ik nee, maar... Nee, niet, hallo, niet doen, hoor, niet prikken. Ik ben geen bitterbal, hè. Kom, opa, even flink zijn. Nee, niet doen, Boris. Hij leeft. Hij is... van vlees. Van vlees, lange? En bloed. En bloed? Ja, kan u dat niet zien, hè? Jazeker, lange. Dat ziet een kind. Ik heb er dan ook geen moment aan getwijfeld. Alleen zou ik ook nog wel eens willen weten waarom jij tekenen van verstandhouding wisselt met deze insluiper, Milone gaat doen. Juist, meneer de Baron. En ik zou wel eens willen weten waarom mijn verloofde sinds enkele dagen ieder vrij ogenblikje met etensbakje en al naar de zolder verhuist. Zogenaamd om te rusten. Rusten? Ha. Inderdaad. En ik ben zo benieuwd hoe het komt dat ik deze zwerver heb aangetroffen in een keurig aan kant zoldervertrek. Omringd door de meest walgelijke luxe die deze even te bieden heeft. Spokenhout, werp haar in de kaker. 14 dagen water en droog brood. 14 dagen? Een maand? 3 maanden. 6. Oh, Simon. Oh, Simon. Opzij. Ik vermoord hem. Ik... Ja, maar ik kan alles verklaren, meneer. U miskent haar, hoor. Ze is echt een engel van goedheid. Alles hebben ze voor mij gedaan. Alles, hoor. Meneer Bron, hou me vast. Ik... Zeg. Ja. Ze hebben een prachtig karakter. Het is voor mij het absolute einde, hoor. Ze hebben een heel subtiel temperament, meneer. U kent haar echt niet, hoor. Hou je mond. Smerige, ordinaire zwerver. Meneer, ik ben geen gewone smerige, ordinaire zwerver. Ik ben auteur. Aha, dat verklaart veel. Juist. Wekenlang heb ik rondgezworven. En toen kwam zij. Liefderijk heb ze maar het hart gedrukt. Geloof het graag. Wat ik ook vroeg, zij hebben het mij gegeven. Sterker nog, zij hebben mij de kans geboden eindelijk weer eens in een bed te slapen. Meneer de Baron, als ik deze levende drukfout met uw floret aan het behang vastprik, roept u dan de politie? Nu, Boris, de behanger. Kom aan, niet overijld gehandeld. Lange? Ja, meneer de Baron. Is die overjarige teenager werkelijk een soort schrijver? Een soort schrijver? Zonder hem kan de cultuur niet voortbestaan. Simon Vogel is zang van de moord op simpele centje. Verdraaid, zeg, die ken ik, ja. Een sterk geconcipieerd verhaal van een ongevormde ziel, gebaseerd op een soort pneumatische jeugdervaring. Milo, het is niet gewoon. Oh ja, dat is heel gewoon, hoor, meneer de Baron. Zo schrijven ze tegenwoordig allemaal. Ach, dat doet me plezier. Dus je hebt hem zwervend aangetroffen, Lange? Ja, meneer de Baron, en de keukendeur. Ik vond hem zo zielig. En ik vind ze allemaal zo zielig. Wie allemaal? Nou, alle schrijvers. Ik zou ze allemaal wel willen omhelzen. Omscholen, bedoel ik. Wanneer ik een kluimende kluiter zie derven voor het snoepwinkelraam, dan stromen er over me konen vaak tranen waarvoor ik me niet schaam. En zie ik een kolenman sjouwen met zakken vol kool in zijn grijp, dan roep ik, kom hier, arme stekker, want ik vaaf op water en zeep. Als ik visjes en haakjes zien spartelen, ook dan slaan mijn traankleren lek. Maar pas wanneer ik een schrijver zie martelen, ja, dan word ik helemaal gek, want ik heb toch zo'n medelij met de dragers van onze cultuur, want zij zijn spelingen van de natuur. Ze strijden hun strijd om een beter bestaan, maar van hun krakeel
trekt geen hond zich wat aan. En ze weigeren standvastig een keurige baan. Ze zijn niet te koop of te huur. Oh nee, ze zijn niet te koop of te huur. Wanneer ik een puber zie staren naar een lekkere film van BB, dan geef ik de stumper een ijsie. Ik voel ze verdriet met hem mee. En zie ik een slootglaver scheppen in modder en zafel en dres, dan spreek ik waarderende woorden en kniel naast hem neer in het gras. Wanneer ik een trekpaard zie barrelen, dan voel ik me tot snikken verplicht. Maar pas wanneer ik een schrijver zie scharrelen, dan gaat mijn hart open en dicht. Want ik heb toch zo'n medelij met de dragers van onze cultuur. Want zij zijn spelingen van de natuur. Ze barsten van schuld, van gevoel en talent. Ze wonen desnoods in een lekkende tent. Maar ze weigeren werk op een departement. Ze zijn niet te koop of te huur. Oh nee, ze zijn niet te koop of te huur. Er was eens een staatssecretaris. Die zat op een hele hoge post. Toen kwam er een troep stille armen. Die riepen, oh geef ons de kost. Hij mompelde wat in zijn baardje van OK en wijde cultuur. Mijn tijd, mijn heren, is kostbaar. Ruk in, jullie doen me te duur. Nog weten we hoe de man heette, maar straks neemt de toekomst het woord. Daar is de staatssecretaris vergeten. De naam van de schrijvers leeft voort. Best is naar de wintersport willen. Oud, er ligt een heel mooi wintersportschilderij op zolder, Sporkenhout. Ja, dat is waar ook, Baron de Bok. Een echte Pieter Breugel, de ouwe. Als je hem zou verkopen, levert hij ton op, hoor. Hé, hey, meneer de baron, wat vind ik dat nou jovel voor u. Nou kan u ook eens wat doen, hè, voor een arme sloeber. Ik weet er wel eentje, hè, Simon? Ik ook, Lange, ik ook. Ik ken toevallig een zeer arme sloeber die al jaren op een erfenis zit te wachten. Boris, dit moet gevierd worden. Champagne! Dit was Malienkolder, luisteraars. Aan de 11e aflevering getiteld De Arme Sloeber werkten mee Koba Kelling, Tony Huurdeman, Rijk de Gooier als Simon Vogelenzang en verder natuurlijk Koen Flink, Guus Verstraeten en Leen Jongewaard. Samenstelling en regie Jelle de Vries. Dit is Malienkolder met een trauma op de E. Mooi boekwerkje, meneer de baron. Opwindend. U bent er helemaal overstuur van, hè, meneer de baron. Hoe is de titel, meneer de baron? Klassieke vrouwelijke schoonheden. Oeh, la la la. Een collectie wetenschappelijke pin-ups. Mag ik even meegenieten, meneer de baron? Gedeelde smart is halve smart. Franse Suze nog niet terug van de wintersport, Sporkenhout. Morgen pas, meneer de baron. Dacht ik al. Ik ga er afhalen, zeg. Ik heb morgen een vrije dag, weet u wel. Een slipperdag. Aha.
Nee, niet meekijken. Hé, toe nou. Nee hoor, nee, het is mijn boel. Nou zeg. Nee, geef vier. Nee hoor. Dat wil zeggen, ik heb het alleen van meneer Knijn, je weet wel. Meneer Knijn? Ja. Pardon, meneer Bron. Mijn naam is Haas, ik weet van niets. Meneer Knijn, die antiquaire. Oh ja, natuurlijk, papperlepap. Vanwege die breugel natuurlijk. Zeg, gaat u hem echt verkopen? Ja hoor, ja. Ik heb er schoon genoeg van om jaar in jaar uit te wachten op de erfenis van tante Ophelia. Ja. Zeg, voor ik het vergeet. Mm-hmm. Niet laten merken hoor, dat ik die breugel wegdoe. Zou de vrouwen bezwaar maken, denkt u? Oh ja, krassebes is gek op breugel. Oh ja? Ja, het moet stiekem. Zeg, meneer de Baron, wat levert het fraai gecomponeerde doek op, denkt u? £2,000. Oh ja? Sparkenau, ja. Ja. Vanavond komt Knijn terug om de verkoop definitief te beklinken. En neemt hij dan ook het boek gelijk weer mee? Of? Helaas wel, ja. Zeg? Ja. Kijk eens. Ja. Madame de Maintenon. Nee. Maintenon of nee, daar wil ik afwezen. Zeg, en meneer de Baron? Ja. En die vent? Oh, die vent. Dat is Lodewijk. De man? Ja. De 14. Nou zeg. Een welbesteed leventje mag ik zeggen, hè? Ja. En wie is dat, meneer de Baron? Ja, dat, mijn beste sporkel, dat is Mona. Mona? Ja, het dochtertje van de oude meneer Lisa. Zeg, Spark. Ja. Hoe vind je dat? Oh, wat zal ik zeggen? Ik weet het niet, hè? Ze heeft zo'n mysterieuze glimlach. Net of ze zeggen wil, je moest eens weten wat we vanavond eten. Ja, dat is waar. Ja, binnen. Meneer de Baron, ik hoorde een soort morbide gelach hier binnen. Ja, meneer de Baron heeft een aardig boekwerkje te leen, Boris, van Knijn. Boven de 18, meneer de Baron. Ver, Boris. Weet u wat er met u aan de hand is? Nee, Boris, nee. Ik wou er morgen maar eens mee naar de dokter. Misschien moet ik wel onder de wol. Nee, integendeel. U moet er eens uit. Echt? Ja hoor, op reis. Had u maar geld, hè? Meneer de Baron heeft geld, Boris. Dat wil zeggen, vanavond. £2,000. Heeft u hem verkocht, meneer de Baron? Ja, Boris, aan Knijn. Ja, maar er is toch alles opgelost. Fijne studiereis naar Parijs. Ja, en naar Samoa en Tahiti. Op reis. Doen we het? Meneer de Baron? Natuurlijk doen we het, meneer Sporkhout. Wat een idee. Had van mij kunnen komen. Wie gaat mee de wijde wereld in? Kom, laat alle dode pieren maar eens waaien. Kom, ga mee de wijde wereld in. Om als banjers lekker kanen te gaan braaien. Laat ons trotten op de globe van Gomorra naar Goeree. Van Aruba naar Bonaire en het hele ABC. Makkers, kom verroeien dwars door alle ruiten, naar buiten, olé. Wie zijn lieve leven lang bij tante Steemuts heeft gezeten, heeft geen notie van de drank die hij ontbeert. Wie nooit anders dan een vaderlandse boterham mocht eten, zal niet weten wat hij proeft als hij hem smeert. Naar de heet Amazones, naar de koele Aleuten, naar de huppelende hippen op Hawaï. Door de lucht of over land, of als het helemaal zou moeten, met het schommelende schip van Jan de Gaai. Gaat mee, la douce France wacht, heus wordt er niet geweerd als buitenstaander. Want al heeft de goal de EEG ontkracht, Franse vrouwtjes zijn veel vlotter en meegaander. Naar de Pool of naar de Pampas, Noord of Zuid-Amerika, het goede voorbeeld doet goed volgen, Luns ga voor, wij komen na. Ja, wij zullen in de buitenlandse zaken hem raken. Hoera!
de Lange. Hoe is het ermee, zeg? Beroerd. Zeg. Wat zit jij te ginnen, grappensporken aan? Oh, niet streesje. Ik had een binnenpretje. Ik dacht aan morgen. Aan morgen? Wat is er morgen? Augunst. O, lieve hemel. Wat heb je, darling? Morgen. De party van tante Ophelia. Ze krijgt bezoek en ik zou inkopen doen. Hoe laat is het? 6:15. Oh, moeder, ik heb het vergeten. Er zal wat zwaaien bij het oude mens. Geen nood, lieve kind. Ik moet morgen toch vroeg op om Franse Susie af te halen. Kan ik best van tevoren even jouw boodschappen doen, hoor. Op de brommer. Nou, Sporkenhout, hoe kan ik je bedanken? Daar komen we op terug als Franse Susie weer naar de wintersport is. Zeg, meneer de baron. Ja? Ik heb zo'n slavenarmband gekocht voor Suus. Pure doublé. Goed idee, zeg. Haar dank zal geen grenzen kennen. Nou, dat is de geraden ook. Binnen! Dacht ik het niet. Daar zitten ze weer. Ja. Heeft dat personeel van jou niets beters te doen, Otto? Oh, natuurlijk, tante. Aan het werk allemaal. Ja, meneer de baron. Nee. Hier blijven. Ja, vrouw Ophelia. Ja. Otto? Ik heb morgen de familie van Fleuten de Breus steuring. Ik weet ervan, tante. Ik beklaag u diep. Oh, heel geestig, hoor. Maurice? Freule. Jij serveert. Ja, freule. In livrei. Oh. Wat oh. Boris houdt niet van het livrei als dracht, tante. Het slobbert. Wat kan mij dat schelen? En er zit een gleedje in de linkerheup. Eindelijk passend een blooi voor die broekenmaakster van je, Maurice. Spakkenhout? Ja, vrouw. Ik wil met de familie van Fleuten de Breus steurig een wandelrit maken. Door de bossen van onze heerlijkheid. Ach, wat leuk voor ze. Tante. U gaat toch niet met ze jagen? Oba, op de wilde beesten. Welezer. Die mensen zijn hier voor hun plezier. Niet om de wildstand op peil te houden. Dergelijke nare karweitjes, daar had je Sporkenhout voor. Luister dus, brave houtvester. Ik luister, brave vrouwen. Probeer niet geestig te zijn, hè? Dat probeer ik nooit, vrouwen. Daarentegen ben ik het vaak. Zeur niet, Sporkenhout. Morgenochtend breng jij de rijpaarden in gereedheid. Je kamt hun staarten, je borstelt hun schoften, je paspelt hun manen, je poetst hun tanden. Sta niet zo meewarig, vreugdeloos te giechelen, kerel. Morgenochtend ben ik bezet, vrouwen. Ik heb al wat anders te paspelen. Kletsika. En morgenmiddag begeleid je mij en de familie van Fleuten de Breus Deuring op onze rit. Het spijt me, vrouwen. Ik heb morgen een zogenaamde snipperdag met Brommer. Die verzet je dan maar. Ja, maar, vrouwen. Geen gemaar. Meneer de baron. Ja, Spokkenhout. U weet wat die snipperdag voor mij betekent. Ik heb er een flauw vermoeden van, mijn beste kerel. Maar weet jij wat de familie van Breuten de Vleus steurt? Maar weet jij wat de familie van Breuten de Vleus steuring betekent voor mijn tante? En weet jij tenslotte wat diezelfde tante betekent voor mij, haar enige erfgenaam? Gun je mij die erfenis niet? Oh ja, meneer de baron. Liever vandaag als morgen. Maar Susie... Dat is dan afgesproken. Broekenmaakster? Ja, vrouwen. Heb je alle inkopen gedaan? Nee, nog niet, vrouwen. Wat? Ik heb het feitelijk een heel klein beetje vergeten, vrouwen. Maar ik, nou... Vergeten? Ja. Jij hebt mijn opdrachten vergeten? Ja. Otto? Tante? Dit gaat te ver. Ja, tante.
Nou, dat is de zoveelste maal dat die lange broekenmaakster van jou haar plicht verzaakt. En altijd ben ik het slachtoffer. Vergeet ze om Maurice zijn pyjama te persen? Nee, natuurlijk. Ik neem dit niet langer. En je kunt kiezen. Of je ontslaat het schepsel op staande voet en je brengt het naar Amsterdam terug, of... Of ik ontsla haar niet. Juist. En dan kun jij jezelf beschouwen als onterfd. Tot straks. Ja, maar tante. Onterfd. U weet u wat u zegt. Onterfd. Wat zou ik moeten beginnen? Als tante mij onterven zou, Bilo, wat moest ik doen? Dan ging ik strompelend bergaf, zwaar leunend op mijn bedelstaf, opeens lof en eens schoen. Ik heb als edelman alleen maar mijn noblesse, maar voor noblesse heeft geen firma interesse. Ik heb een stamboom waar veel nobels aan ontsproot. Maar hoe verdien ik met zo'n stamboom mijn casino brood? Moet ik gaan werken? Nee, nee, dat kunt u niet, want uw baronnenbotjes die zijn veel te teer. Kan ik geen man zijn? Nee, nee, dat kunt u niet, u bent voor mannenwerk te veel een heer. I mean. Als tante mij onterven zou, quo vadis dan waarheen? Quo vadis, want ik ben geen heur, ik heb niet dat forse in majeur, ben slechts een heer alleen. Ik heb me geoefend in het bundertjes verpachten, maar zit de arbeidsmarkt daar waarlijk op te wachten? Ik ken de wijnen die er in mijn kelder staan. Maar ach, wie laat mij straks een uurloon naar de kelder gaan? Zal ik gaan zingen? Nee, nee, dat kunt u niet, tenzij u straks een toontje lager zingt dan ooit. Zal ik gaan schrijven? Nee, nee, dat helpt u niet, tenzij ook AMW het roer omgooit. Ai mij. Als tante mij onterven zou, wie biedt mij dan een baan? Geen bank geeft van zijn overvloed een cent voor het blauwe bokkenbloed als het konto rood zou staan. Ik ken de namen uit de almanak van Gotha. Wat helpt dat mij wanneer ik naamloos in de goot sta? Ik spreek vloeiend Frans, maar daarbij vind ik weinig baat. Nu we met Frankrijk min of meer finaal zijn uitgepraat. Zal ik gaan varen? Nee, nee, dat kunt u niet. Uw navelborst is van te broze makelij. Dan zal ik verkommeren. Nee, nee, dat zult u niet. Want als de nood het hoogst is, is Trompeen nabij. Spijt me, Treesje. Dus u bedoelt dat ik weg moet? Lieve, trouwhartige en vooral lange, lange. Ik waardeer deze welhaast lichamelijke verknochtheid aan mij en mijn kasteel. Maar ik zie geen andere uitweg. Ja, maar Boris dan? Oh, die vindt wel weer een ander, hè, Boor. Zal ze een beetje minder lang zijn. Meneer de Baron, hoe het ook zij... Ik heb haar lief. Bilo, zeg, daar hoor ik van op. Ik dacht altijd dat het meer om een soort ouderwetse vrije tijdsbesteding ging. Meneer de Baron, u weet niets van het leven. Dankjewel, Sparkhout. Ik heb het. Sparkelhout, haal een dwangbuis.
Heb je het of krijg je het, boer? Nee, ik heb het, meneer de baron. Ik heb het, de oplossing. Oh, dat is fijn. Want onder de goede oplossers wordt een piepop verloot. Ik luister. Vanavond komt meneer Knijn. Ja. En u ontvangt 2 ton voor de bewuste breugel. Helaas weegt dit afbraakprijsje niet op tegen de miljoenen van Tante Opelia. En dus ontslaat u Trace op staande voeten. Nee, ik wil die weg. Wil jij? Daarmee, meneer de baron, is de erfenis veiliggesteld. Snikkend verlaat mijn lieveling mij in zorg. Radeloos loop ik door het kasteel. Oh, Boris. Ruk mij de haren uit het hoofd. Oppassen, Boris, het zijn je laatste. En gedreven door een alle zinnen aanvretende minnedorst, vlieg ik haar achterna als een pijl uit de boog van Cupido. Ah, nee, Boris. Wat moet ik dan? 9 eeuwen hebben de voorzaten van Boris Baster de mijne trouw gediend, roept u uit, meneer de baron, op van de zenuwen. En zie, uw gevoel van historische verbondenheid wint het van uw gekrenkte trots. U reist mij achterna als een pijl uit de boog. Toch niet van Cupido, hoop ik. Nee, meneer de baron, van Willem Tell. Ah. Wat afschuwelijk. Dan zit ik hier alleen. Wat afschuwelijk. Nu zit ik hier alleen, mompelt meneer Sporkenhout. Knarsetandend vraagt hij zich af. Wie moet ik dienen? Mijn wettige eigenaar of de familie van Steutende Breuvleuring? Maar valt deze keus hem zwaar? Wel nee, immers. Daar gaat hij al. Het is of de feodale hondentrouw hem vleugels verleent. Aha! Sporkenhout als vliegende hond. Een treffend beeld. En wie reist meneer Sporkenhout achterna? U. Spelen we er ook voor stoppertje bij, Boris? Nee, meneer Sporkenhout. Wel Bok Bok Berry. Op een afgesproken plaats treffen wij elkaar, halen morgen ondergejuicht Franse Suzy uit de T-Express, borstelen omstrijd de wintersportsneeuw van haar vertrouwde leden, bewonderen haar gips. Meneer Sporkenhout geeft haar zijn slavenarband. Zij doet iets vriendelijks terug. En als dan na enkele dagen de aardigheid daar afraakt, dan zetten wij het vrouwtje in een taxi naar huis. En wij smeren hem met z'n allen en met 2 ton op zak naar Parijs, Samoa, Tahiti, Staphorst en andere losse oorden. Na 6 maanden komen wij terug. Snikkend vallen wij tante Opelia in de armen. En alles is vergeven en vergeten. Geweldig, Boris. Jij bent een denker. Hoe komt dat zo? Meneer de baron, een van mijn vrouwelijke voorvaderen was kamermeisje bij Spinoza. Hé, jakkers. Binnen! Otto, kan ik erop rekenen dat jij morgen... Wat is dat? Dat is Treesje, tante, onze gedienstige. Lang is ze, hè? Otto, als die belachelijke broekenmaakster niet binnen 1 uur de deur uit is... Dan garandeer ik je dat jij je leven lang op zwart zaad zult zitten. Op zwart zaad? Nou, noem dat maar op zwart zaad. 2 ton. Langhuis. Wat voor 2 ton? Nou, die 2 ton voor het oude schilderij natuurlijk. Lange. Hou je mond. Welke 2 ton? Voor welk oud schilderij, Otto? Oh, niets, tante. De lange raaskalt. Ik heb haar zojuist op heterdaad ontslagen en nu is een tikje overstuur. Ze eilt er maar wat op los. Otto, ik ga hier niet vandaan voor je me tekst en uitleg geeft. Oh, nou ja, u heeft er feitelijk ook niks mee te maken ook. We hebben op zolder een oude Piet Breugel gevonden en daar komt meneer Knijn vanavond 2 ton voor betalen. Antiquaire is hij. Otto. Diezelfde Breugel is in 1296 aangekocht door Otto de Overkwikkelijke om de dood van Floris de Vijfde te vieren. En die wil jij verkopen? Ja, tante, aan Knijn. Otto? Ja, tante. Die Breugel verkoop jij niet? Nee, tante. Als je geld nodig hebt, zal ik je wel 25 gulden lenen. Ja, tante. Begrepen? Ja, tante. Waar zijn de 25 gulden? Hier. En die antiquaire voor jou, die zal ik wel eens eventjes opvangen. Meneer Knijn. Ah, ik lust hem rauw. Eet u smakelijk, tante. Dag, tante. Dag, Samoa. Dag, Franse Suus. Dag, Boris.
O waren we tante, o waren we tante, o waren we tante maar kwijt. Die epatant, irritante Ophelia, zij is beslist geen dame, ook Amelia, maar een geboren querulante. Met tante wil ik via verre reizen tot een man evolueren. Laat mijn tante het niet horen, want ze komt de boel versteren. Als ik erfgenaam wil worden van haar bovenaardse slijk, dan brengt zij het oude lied, lang zal ze leven, in praktijk. En als ik het vrij kwartiertje de sigaren wil proberen, zie ik tante net de allerlaatste bolknak inhaleren. Als ik juist de leuning van de wenteltrap heb opgepoetst, dan komt tante in een rijbroek fijn die leuning afgeroetst. O waren we tante, o waren we tante, o waren we tante maar kwijt. Deze frappant militante Ophelia, zij is beslist geen aardige Achelia, maar een geboren intrigante met tante. Als ik net met Franse Susie zit te schaken in het landje, zie ik boven in de takken tante bezig met het zwaantje. En wanneer ik wilde zwijnen 's winters parels heb gevoerd, zie ik hoe zij met boog en pijlen op de arme dieren loert. Als ik boeres wil masseren om zijn spierpijn te genezen, dan laat tante mij ontbieden om uit Kingsley voor te lezen. En wanneer ik in bikini in de slotgracht onderduik, dan speelt zij Oreste Pinto en beland ik in een fuik. O waren we tante, o waren we tante, o waren we tante maar kwijt. De hel van Dante heeft recht op Ophelia. Hij zal niet rusten voor ik uitstelen ga. Ja, ja, het enige charmante aan Dante, aan Dante. Het enige charmante zijn tantes, contantes. Excuseer mijn pyjama's en ongeschoren kaken. Goed geslapen? Zeer onrustig, meneer de baron. Ik ook, boer. Ik heb gedroomd dat ik op Samoa zat met een wakker groepje klassieke vrouwelijke schoonheden. En ze hadden het allemaal vreselijk warm en zo. Begrijp het, meneer de baron. Nachtmerrie. Oh nee, zeg in tegendeel. Maar als ik slaap en ik droom over dat soort onderwerpen, dan doe ik geen oog dicht. Hoe is het met de lange? Beroerd, nee, de baron. Ze zit op een zoldervertrekje. Ach, ik heb de ingang gecamoufleerd met een stapel harnassen die u toch niet dagelijks meer gebruikt. Zij zal door een luikje worden gevoederd. Ja, ja. Wat een ellende. Knijn zonder vreugel, ik zonder 2 ton, sparkenhout zonder suze, jij zonder de vrije beschikking over de lange. En de lange zelf zonder modern comfort achter de harnassen. En alles door de schuld van één tante. Af en toe kan ik het mens wel vermoorden. Inderdaad, meneer de baron, ik ook. O, meneer de baron, er is iets ontzettends gebeurd. Nee. Uw geëerde tante Ophelia is... Ja, wat zeg je, Sporkenhout? Is ze? Nee, meneer de baron, dat niet. Ze is verdwenen. Verdwenen? Ja, ik kom net van haar sponden. Ja, daar zou ik om 8:30 vervoegen om voor instructies. Onbeslapen. Intussen heb ik het kasteel afgezocht, van de kelders tot de zolders. Te paard ben ik uw hele heerlijkheid rond geweest. Geen spoor van de nader, nog van de corpus delicti. Maar dat kan niet. Mijn hele toekomst heb ik op haar gebouwd. Ja, het is beroerd. Mag u er even aan herinneren, meneer de Bron, dat ik oorspronkelijk een snipperdag had, meneer de Bron? Dat slavenarmbandje, dat brandt me in de aktetas. Nee, Sporkenhout, op een dag als deze. Boris, ga de lange halen.
Misschien weet zij wat er van het mens geworden is. Nee, dat weet ze niet. Ik heb haar maar even losgelaten, meneer de Bron. Als tante toch zoek is, kan het geen kwaad. Haal haar, Boris. Ik wil haar ondervragen. Meneer de Baron, u denkt toch niet dat Trace... Ik weet niet meer wat ik denken moet. Trace, of Sparkenhout, of jijzelf. Boris, motieven bij de vleet. Ja, ja, binnen, binnen, binnen. De familie van Fluiten de Bruisteuring. Dit was Malienkolder, luisteraars. En mocht u van mening zijn dat Pieter Breugel de Oudere leefde van 1525 tot 1569... en dus in de tijd van Floris de Vijfde nog geboren moest worden, laat ik dan even de klemtoon verleggen. Dit was Malienkolder. Aan de 12e aflevering, getiteld Tantes moesten verboden worden, werkten mee Coba Kelling als de verdwenen tante op Helia, waarover een volgende keer nadere berichten, Tony Huurdeman als Trace en natuurlijk Koen Flink, Guus Verstraeten en Leen Jongewaard. De liedjes van Jaap Molenaar en Jelle de Vries werden begeleid door Pierre Biersma, Frans de Guise, Ferdi Postuma de Boer en, u raadt het al, Wim Sanders. Dialoog, samenstelling en regie, Jelle de Vries. Hier is Hilversum 1, de VARA. Dit is Malienkolder met een trauma op de E. Wie heeft de vruile verdonkermaand? Wie, oh wie, het mens is pleit? Bis, wie heeft de vruile verdonkermaand? Oh, je mond, wie... Ja, wat zingt die vals, hè, meneer de baron? Bijt ons zuiver af. Sparkenhout, het verdwijnen van mijn tante op Helia is een ramp. Hoe kan ik in vredesnaam fatsoenlijk erven van iemand die zoek is? 3 dagen al en geen bewijsje. Meneer de Baron, ik heb een oma en ik heb wiegelroeden lopen. Dat is dan fijn voor je lange, maar mijn tante is geen aardstraal. Of moet ik zeggen, was geen aardstraal? Tja, wie zal het zeggen? Wie heeft de vruile verdonken? Eén van jullie weet er meer van. Oh. Nou zeg, dat vind ik dun. Jij had een motief, Sparkenhout. Inderdaad, meneer de baron, ja. Ja, de freule wou meneer Sparkenhout belet om Frans en Suzie van de trein te halen... na een wekenlang afwezigheid wegens wintersport. Ik heb die man nooit vertrouwd. Oh ja? En jij dan? En Treesje? Zij had ook een motief. Hé, meneer? Jazeker. Op straffen van onterving heeft de krasse best van mij geëist dat ik de lange zou ontslaan. Waarmee ik dus ook Boris zou treffen, haar zogenaamde verloofde. O, zo. En u, meneer, had u geen motief? Jij bent verknipt, Lange. Pardon, meneer de baron. De freule heeft u verboden om die oude Breugel te verkopen aan meneer Knijn, de antiquair, voor 2 ton, met permissie. Ze heeft meneer Knijn zelfs tegengehouden bij de ophaalbrug toen hij de koop kwam bekrachtigen. Jullie zijn gek. Een onbedullige 2 ton. Ik erf miljoenen van die vrouw. Ja, als u maar tijd van leven hebt, hè. Ze is pas 96. En toch vind ik het niks voor meneer de baron. En ik vind het niks voor jou, Boris. En voor Sparkenhout. Zo. En ik zie het helemaal niet in Treesje, mijn heren. Die is gewoon te lang om ons serieus te nemen. Net als de goal. Enfin, over een paar uur weten we meer... Ik heb me namelijk in verbinding gesteld met het gevreesde Beatusse detectivebureau Oog in Al. Vandaag nog sturen ze een gediplomeerde speurder. Oh, wat jovels en ouderwetse Sherlock Holmes. Nee, mijn beste Watson, die zijn uitgestorven.
Ja, het zal wel een rustige vijftiger zijn, meneer Spoorkenhout. Zo'n Simonon-type. Oh ja, zeg, net als die commissaris uit die enge film, weet je wel. Maar Griet zit een val. Kunnen we lachen? Nou, als de vent eenmaal opdaagt, dan zal de pret er wel af zijn, darling. Wanneer soms na een misdaad de 5x8 voor raadsel staat, als Interpol geen houvast krijgt en zelfs de commissaris zwijgt, dan... Ja, dan komt de superman, de ontmaskeraar, vermoordenaars en dieven, de onvolprezene, de veelgelezene, de niet voor één gerucht vervaarde detectieve. Hij raapt een snorhaar van de stoep, neemt een kok in onder de loep. Hij hult zich in een kamerjas en snuffelt even aan een plas. Dan kruipt hij lenig in het fornuis, proeft gretig van het kolengruis. Waarna hij op zijn hoofd gaat staan en roept: de butler heb het gedaan. Dan grijpt hij zijn vioolkist en hij strijkt op de bourdonsnaar, beheerst een begeleiding bij het snikken van de zondaar. Als één atoomdossier ontbreekt en het Witte Huis van schrik verbleekt, als Kennedy vol schuldgevoel wanhopig schommelt in zijn stoel, dan... Ja, dan komt de superman, schijnbaar sloom, maar tot en net op zijn kievieven. De veel doet achterop zijn Yankee Doodle-kop, de toughest guy van het FBI, de detectieve. Hij smijt zijn pukje in het vuur, hij drinkt zijn 10e whisky puur. Hij strijkt een vent onder de kin, drinkt via haar het moordhol in. En slaat met achteloos gebaar 8 zware jongens in mekaar. Hij grijnst een tikje oversext en zegt dan nonchalant: who next? Nou, ik ben inderdaad benieuwd wat het voor een kerel is. Ah, binnen? Mejuffrouw Dolligny van Oog in Al. Bilo? Een zus? Margriet zet een val. Goedemiddag, u bent zeker baron de Bok? Wat een opmerking, schaaf. Ik ben Rut. Ja, ik ook. Ik bedoel... Rut Dolligny, het laatste snufje op speurdersgebied. Kan ik gaan zitten of staan, detectives hier altijd? Oh nee, die gaan meestal op de divan liggen. Ga zitten. Zeg, bent u nog geparenteerd aan de Dolignys van de Knarrende? Ja, dat ben ik, ja. Ik ben namelijk een lood van de verarmde tak. Mijn oude heer heeft gespeculeerd. Nou. En toen ik ter wereld kwam, was alles op. Hij was volkomen... Ik begrijp het, Rut. Mijn hele jeugd heb ik doorgebracht in een vochtig souterrain. Bijlo, zal ik u even afdrogen, juffrouw? Vrouwen, Boris, vrouwen. Feodaal blijven. Hè? Ja, nee, juffrouw graag. Ik ben een werkende vrouw, de Bok. Ah, arme juffrouw. Hier, kind, neem een zuzu. Merci, kerel. Als kind wist ik niet eens wat een zuzu was. Ach. Ik haat armoede. Zeg, ik had feitelijk zo'n korte, dikke heer verwacht, hè? Vol met vette vingerafdrukken. Twijfelt u aan mijn competentie? Oh, nee. U heeft een verrukkelijke competentie, om zo te zien. Neem me niet kwalijk. Niet waar, Spoorkenhout? Meneer de baron, als de juffrouw mij onder vier ogen eens flink onder handen zou nemen, ik zou geen geheimen meer voor haar hebben. Inderdaad, meneer de baron. De juffrouw zal bij meneer Spoorkenhout en mij heel wat meer loskrijgen dan een detectieve die zich scheert. Ja. Ah, ik heb niets voor haar te verbergen. Wanneer een man het niet meer ooit de Saints en Sante kraan neergooit, Lord Pieter staakt en bovendien de Four Just Men geen licht meer zien, dan... Komt gauw
Onze supervrouw, zij beschaamt de stuurste slimmer van politie. Zij krijgt de zaak wel rond, want zij is blank en blond. En zij doet wonderen met een pitsie, intuïtie. Zij lacht wat achter uit haar keel, dat klinkt heel commonsensueel. Zij trekt een beetje aan haar trui en pronkt een poosje met haar pui. Ze laat een kantenstrookje zien en lispelt languissant misschien. Totdat de schobbejak in het end zich blootgeeft en het feit bekent. En als die levenslang naar duivels eiland wordt verbannen, dan poeiert zij haar speurneus en zegt: kijk, zo boeit men mannen. Pardon de Bok. In verband met het verdwijnen van uw tante wou ik u maar een paar vragen stellen. Sigaretje? Graag. Met uw verlof, juffrouw Rut. Die de Bok. Altijd even correct, hè? Correct? Oh, juffrouw Rut, u moest eens weten. In mijn hart borrelt en bruist het als in het binnenste van een vulkaan. Oh, wat zalig. Een vulkaan. En als mijn vulkaan nou eens tot uitbarsting kwam... Dan zou ik zeggen, barst maar uit. Ik kan er tegen. Oh, Rut. Oh, Otto. Oh, Rut. Oh, Otto. Ik wil je kussen. Ik heb je zo lief. Zo lief. Zo lief. Hé, ik ben er ook nog. Wie heb jij zo lief, Boris? Mij, Treesje. Wat? Meneer de Baron? U staat daar maar te kijken of u het heel gewoon vindt. Wat heeft Boris gedronken? En hij is welkom, Rockslangen. Je stoort. Val ergens neer en hou je mond. Nou u, meneer de Baron. O, juist. Ja, gaat ie, hè? Wat is mijn wacht, Boer? O, liefste, ik wil je kussen. Ja, moet je doen, zeg. Nee, dat is een waardeloos klausje, meneer de Baron. Ja, waarom nou? Het komt recht uit de vulkaan. Uit het hart, bedoel ik. Ja, mag ik misschien weten wat er hier gebeurt? Ik word er doodzenuwachtig van. En ik ben toch al helemaal uit op de botel, want ik ben net voor de 26e maal door de vringer gehaald. Door die vrouwelijke snuffelgraag. Lange, je spreekt over de snuffelgraag die ik lief heb. Nou ja, zeg, hoe kan dat nou? Ze is amper 24 uur in huis. U kunt toch niet zomaar verliefd op haar worden? Zomaar even gauw, Rut. Lange, ik ben 1 keer verloofd geweest. Ja, met mijn. Maar nog nooit verliefd. Ik dank u. Ja, binnen? Heb je alles goed onthouden, meneer de Baron? Ik hoop het, zeg. Veel succes dan, hè? Ja, dank je. Gaat u mee, meneer Sporkenhout? Ik wou u graag mijn collectie Edson laten zien. O, Boris! Niets liever dan dat. Kom, Trisha. Baron de Bok, ik wou u maar weer eens een paar vragen stellen. Een sigaretje? Graag. Met uw verlof, juffrouw Rut. Die de Bok, altijd even correct. Correct. O, juffrouw Rut, u moest eens weten. Ik borrel. Oh, vandaar. Nee. Ik bedoel, ik walm. Ach. Hier van binnen zit iets. Wat was het nou ook weer, zeg? O ja, een vulkaan! Ach, wat naar nou voor u. Doet het pijn? Pijn? Ja. Nee hoor, het is gewoon een aardige zegswijze. Hè. Het is niet echt een vulkaan hoor, ik voel niets. Maar als je zoiets zegt tegen een lid van de zwakke sekse, dan zegt zij meestal, oh wat zalig een vulkaan, of dingen van gelijke strekkingen. Begrijp je wel? Leuk hè? Dus u zegt zoiets vaak? Nou eens tegen de ene, dan weer eens tegen de ander. Ach nee, hoe komt u erbij, zeg? Ik ben nog nooit verliefd geweest, zeg. Wel verloofd, maar dat was een enorm misverstand. Dat kan ik me voorstellen, de Bok. Goedemiddag. Ja, maar nee, juffrouw Rut, loop nou niet weg. Nee, Rut! Moeilijkheden, meneer de Baron? Sporkenhout, je bent ontslagen. Hé, nee, zeg, wat een onzin. U moet maar zo denken. Keulen en Aken zijn ook niet op één dag herbouwd. Hoe bedoel je dat? Weet u moet niet zo snel van start gaan.
Dat ligt u niet. U moet stilkens een verstandhouding met haar opbouwen. Af en toe een blik op haar werpen. Nu en dan. Nu en dan een gebaar maken. Wat voor een gebaar? Nou ja. Nou ja, u weet wel. Meneer de baron, u staat hoog in het bloed. U bent met een kroontje geboren. Maar nimmer nog heb ik zo'n klungel ontmoet. Als het aangaat een vrouw te bekoren. U mist volkomen dat veroverend subtiele. Het is met uw minnevaardigheid maar kiele-kiele. Maar wijn en trein zijn gelijksoortig van natuur. Men brengt ze beide eerst met zorg op temperatuur. Begin heel bescheiden, verloochen uw aard. Streel eerst naar de toppen des geestes. Verklaar dat haar zieltje zo fijn is besnaard. En streel pas veel later haar leestes. Zeg dat uw moeder u nog nooit goed heeft begrepen. En dat uw vader u vaak kniepig heeft geknepen. Voel alle moederlijke driften in haar bloot. En voor u het weet zit ge als een kind bij haar op schoot. En bent u gestegen in Eva haar gunst. Zeg dat u haar geest wil verrijken. En ga bij u thuis onder wil van de kunst. Met Eva uw appel bekijken. Bied bij die appel haar een zoet aperitief aan. Spreek over Freud op een toepasselijke dief aan. En mocht u daarna nog niet weten hoe of wat. Dan bent u rijp, dan bent u rijp. Dan bent u rijp als lezer van ons Damesblad. Hé, ik wou dat Columbus Amerika me niet ontdekt had, Boris. Hoezo, darling? Nou, dan hoefde jij nou het roken niet af te leren en ik hoefde geen aardappels te schillen. Plop. Treesje, mijn beestje. Waar zelfs Dolinje werkt voor de kost, mag een simpele kelling niet mopperen. Oh, noem jij dat werken? Nou, nou, het zal ze moe worden, zeg. Of ze hangt aan de telefoon of ze legt lekker lang uit op de divan. Te denken. Kom ik aan. Ploep. Ja, ja, darling. Het leven is hard. Oh, ja, zeg. Keihard. Neem nou de liefde. De liefde? Ja. Ja, ja. Moet jij daarom lachen, Boris, om de liefde? Ploep. Nee, darling, integendeel. Ga liever een potje zitten grienen om die arme meneer de baron. Die loopt nou al een week achter die meid aan als een ongewenst schoothondje. Darling, let op mijn woorden. Dat gaat heus de goede kant op. Zelf gezien, ze zat weer te telefoneren, heel opgewonden, met schitterende ogen en hijgende boezem. Ik heb er speciaal op gelet. Toen kwam de meneer de baron voorbij. En opeens begonnen haar ogen op te lichten. Zij keek hem na met een blik vol begeerte. Boris, Boris! Spanken houdt langer! Ze heeft naar me gelonkt. Plop. Echt waar, meneer de baron? Oh ja, Boris. En hoe? Helemaal op Jane Mansfield, zag hem. En weet je wat ze zei? Weet je wat ze zei? Je raadt het nooit, zei. Ze zei... Dag, Otto. Waar haalt ze het vandaan? U zal wel blij zijn, hè? Blij? Oh, ik kan de hele wereld wel omhelzen, zeg. Laat me, kom hier. Wie? Ik? Ja, jij, kom hier. Oh, moeder. Stoik! Oh, nee. Waarom nee, de ja. Boek? Ik... Vrolijke keuken hier, hoor. Sorry, ja, maar luister nou. Het is alleen... Ik bedoel alleen maar...
Ruth. Ik dacht nog wel. Nee, Ruth. Het is anders. Pardon, meneer de voorzitter, mag ik even het woord? Ja, Sporkenhout, ga je gang alsjeblieft. Juffrouw. Oh, ga weg. Nee. U moet even heel goed naar oom Gozewijn luisteren. Heet u Gozewijn? Echt? Ja, helaas wel. Kijk eens, ze lacht alweer. Ja, nou, luister. Meneer de baron hier is wat men noemt een schuchter personage. Nimmer nog durfde hij de schone sekse te benaderen, maar hij maakte van de nood een deugd en zijn devies was dan ook: celibaat het niet, dan schaaf niet. Tot u kwam. Toen voltrok zich een immense verandering in de man. Dat is de vrouw van mijn hart, riep hij uit. Bye, bye, loneliness. Oh, eerlijk waar? Ja, in grote trekken wel. Maar terzake. Nog geen 5 minuten geleden vliegt meneer de baron hier binnen met de woorden: ze heeft naar me geloond. Wat nu? Ik kan niet eens kussen. Boris, Sporkenhout, leer jullie me even gauw hoe het moet. Enfin, u begrijpt, hè? Er zijn grenzen. Ja, en toen? En toen? Toen, lieve juffrouw, greep Treesje in. Dat wil zeggen, ze greep niet slechts in, ze greep ook beet. Namelijk, meneer de baron. Zo moet het, riep ze. Zo moet het. En ze gaf hem een praktijkles waar de vonken van afspatten. Op dat moment, juffrouw Rut, kwam u binnen. Oh, Otto. Uilskuiken. Pardon? Uilskuiken, om kusles te nemen bij een ander. Dat kan ik je toch leren? Nee, je meent het, kan je dat? Oh, lieve jongen, wat kan ik niet? Oh. Ja, ik bedoel, ik heb het geleerd in de bioscoop. Oh. Ja, van het kijken naar de films. Ploep. Meneer de baron, vraag het nou of ze met u wil trouwen. Ik heb zo zin in bruidsuikers. Ja, ik heb ook wel zin, maar Boris... Ja, maar wat was het? Zeg jij het maar. Juffrouw Rup. Ja? Meneer de baron durft niet om uw hand te vragen. Ach, nou zeg, wat een onzin. Vooruit, Otto, even flink zijn. Goed. Rut, lieve Rut. Je leven lang ben je arm geweest. Helaas. Het enige wat ik je te bieden heb, is armoede. Ik bezit geen cent. Ach, kom nou zeg. Eens zul jij schatrijk zijn. Ja, je zuster. Nee, je tante. Wat? Wou jij beweren dat... Ja hoor. Ik heb de veelvoudige miljonairen opgespoord. Nog geen uur geleden heb ik er zelfs aan de telefoon gehad. Vandaag nog werd ze thuis bezorgd. Hoe oud is ze, Otto? Oh, enorm, zeg. Toen Adenauer nog in de wieg lag, sprak zij al Frans. Dan, lieve Otto. Dan is er niets wat ons geluk nog in de weg staat. Vraag het nou, lieverd, vooruit. Vraag het nou. Ja. Nou, gaat u dan. Lieve Rut. Ja. Wil je... mijn vrouw worden? Oh, Otto. Ik zou wel gek zijn als ik nee zei. Ik zou met jou als man en vrouw naar het jaar 2000 willen varen. Onze boot zal nooit bezwijken, lieve schat. Ik zou voor jou graag de juwelendoos van tantetje bewaren. Het zou mijn leven zo verrijken, lieve schat. Samen zalig zitten bij de huiselijke haard. Samen heerlijk zitten tellen wat jouw tante heeft gespaard. Jou bevaderen en mezelf laten bemoederen. Samen. En in gemeenschap van goederen. Ik zou met jou door al mijn meien zorgse dreven willen rijden. Om mijn heerlijkheid te tonen, lieve meid. En niet zou mij ooit van zijn leven van mijn schat te kunnen scheiden. Want ik wil wat ik verwier voor het eerst niet kwijt. Wat een feest als ik met jou over mijn wijde gronden dal. Samen lief zijn voor de dieren, speciaal voor het gouden kalf. En de volbloeds in de renstal samen voederen.
van goederen. Ik wil met jou heel rustig leven, zonder scènes of gekibbel. Met niet meer dan 10 bedienden, heel gewoon. En oh, wat knus als ik op hun loontjes dan een pizzietje beknibbel. En mezelf met het stolaatje beloon. Ik ben rijk door het geluk dat ik bezit met jou als vrouw. Liefste, ik ben zo gelukkig door dit rijk bezit van jou. Daarom denk ik er niet aan jou af te poederen. Wij horen samen. Samen. En in gemeenschap van goederen. Ja, binnen. Binnen. Tante! Tante Ophelia! Oh, tante, kom in mijn armen. Het leven zonder u was niets meer waard. Ik heb u zo gemist. Dat is aardig van je, Otto. Zo, zo, is de broekenmaakster nog in vol bedrijf? Ja, ja, maar tante, één woord van u. En ze staat op de kei, hoor. Vandaag wil ik iedereen gelukkig maken. Oh, nee, doe geen moeite, zeg. Ze mag blijven. Vandaag wil ik iedereen gelukkig maken. Je hebt bijvoorbeeld ook mijn toestemming voor die verkoop van je Breugel aan meneer Knijn, de antiquair. Oh, tante! Ja, en dat is de jonge freule Dorigny, als ik het goed heb. Inderdaad, freule de Bok. Otto heeft mij aangesteld om u op te sporen. Hij dacht dat u ontvoerd was. Ja. In zekere zin was ik dat ook, hè? Weet je nog, Otto, dat meneer Knijn je zou bezoeken? Ja, tante. En dat ik hem zou opvangen bij de ophaalbracht. Ja, 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 natuurlijk, tante, maar... Ik heb hem opgevangen, Otto. Aardige man. We hebben een snoepreisje gemaakt met z'n tweetjes. U? Met Knijn? Ja, enige man, zeg. Hercules heet die. Wat heb jij eigenlijk, Otto? Je ziet er zo stralend gelukkig uit. Oh, ja, tante, dat vergat ik nog. Zaken gaan voor het meisje. Ik heb me verloofd. Oh, wat toevallig. Ik ook. Tante, nee. Nee, dat kan helemaal niet. Zeg dat het niet waar is, zeg. Dit is een aprilmond. Denk aan mijn toekomst. Met wie? Met Knijn. Jammer. Nee, maar, tante, u weet niet wat u doet. Dat is bij de wilde Knijn een afzag. Rut, ja. Wist jij dit? Ik? Of ik dat wist? Vallen de Bok, ik begrijp het niet. Ach, meisje, Hercules en ik hebben veel gemeen. We houden allebei van antiek. En we hebben allebei een uitgesproken passie voor kunst. Hercules is bijvoorbeeld tot alles in staat als het erom gaat een oude Pieter Breugel te bemachtigen. Volgende week gaan we trouwen. Tante, trouwen, dat meent u niet. Zo'n gezonde, oersterke man. En hij is pas 72 jaar. Trouwen. Nee, toch niet, u bedoelt toch niet? Ja, zeker, mijn jongen. In gemeenschap van goederen. Dit was Maliënkolder, luisteraars. Aan de 13e aflevering, uitgezonden onder de toepasselijke titel Rut, werkten mee Coba Kelling, Tony Huurdeman, Christel Adelaar als Rut, Koen Flink, Guus Verstraeten en Leen Jongewaard. De liedjes van Jaap Molenaar en Jelle de Vries werden begeleid door Pierre Biersma, Wim Sanders, Ferdi Postuma de Boer en Frans de Guise. Dialoog, regie en samenstelling Jelle de Vries. Dit is Maliënkolder met een trauma op de E. Vrienden, ik heb een adder aan mijn bord gekoesterd.
Heeft u bericht van juffrouw Rut, meneer de baron? Ja, boer. Kijk eens hier. Geachte heer, aangezien uw suikertante intussen is getrouwd met een veel jongere heer, heeft het voor mij geen enkele zin meer met u een huwelijk aan te gaan. Ik ben, mijn heer, met beleefde groeten, Rut. Wat een adder. Nou zeg, gewoon een boa constructor. Zeg dat wel, Sporkelhout. En wat zeggen jullie hiervan? Een aangezichtskaart van mijn lieve tante Ophelia. Lieve Otto, het is hier volop lente. Wij zijn erg gelukkig samen. We praten veel over kunst. Boris, geef mij het avondblad even aan, wil je? Alsjeblieft, meneer Bron. Dank je, Bol. Boris, zie jij in mij een elektrische pijplasser? Nauwelijks, meneer Bron. Meer een automatische sigaaraansteker. Of een geroutineerde gespenplakker. Integendeel, meneer Bron. Jammer, boer. Ik zal toch wat moeten gaan doen voor de kost. Hier, de NV Pantalonfabriek, voorheen spanner en dijenkletser, vraagt flinke broekenmaaksters en urs. Zou ik dat kunnen, Lalle? Jij hebt verstand van broeken. Nee, meneer de baron. Broeken maken, daar moet je feeling voor hebben. Misschien is dit iets, meneer de baron. Misschien is dit iets. Centraal beheer jonge meisjes. Lijkt mij een beheerlijke broodwinning. Nee, Sporkenhout, je hebt de kleine lettertjes niet gelezen. Centraal beheer zoekt jonge meisjes. Wacht, hier, hier. Welke nette jonge man wil mij helpen in het rijwiel- en kachelbedrijf? Daar schrijf ik op, zeg. Ik kan uitmuntend fietsen, vooral als ik een beetje kachel ben. Ziet u de toekomst werkelijk zo somber in, meneer de baron? Ja, Lange. Ik ben, met beleefde groeten, Rut. Mag ik u dan een goede raad geven? Kosteloos? Ja, hoor. Kop op, meneer de baron. Het is lente. Kop op. Het is lente. Aanstaande moeders bouwen nesten in de bomen. Kop op. Het is lente. Er is geen kader of hij roept. Laat nou de kat bekomen. De koetjes koeteren willen wallen op de plas. De krokus danst een bossa nova in het gras. Zelfs in de Tweede Kamer kiemt een nieuw gewas. Het is lente. Het is lente, het is lente. Het kuiken en de adelaar, die vieren samen feest. De bollevelden zijn weer naar de stomerij geweest. Dus al barst u van de schulden, vraag toch niet om hoger loon. Zelfs met 85 gulden is het leven wonder. Kop op, het is lente. Aanstaande vaders bouwen nesten in de bomen. Kop op, het is lente. Er is geen kater of hij roept. Laat nou de kat maar komen. De koetjes koeteren willen vallen op de plas. De krokus danst een bossa nova in het gras. Zelfs in de Tweede Kamer kiemt een nieuw gewas. Het is lente, het is lente, het is lente. Waardering voor de hulp van Kaperflink. Minister toch zo peus als van links en rechts applaus. En kijk toch die klompeus, ze glimlacht naar de paus. Kop op een ronde bok, het is lente. Al staan de ouders bouwen nesten in de bomen. Kop op een ronde bok, het is lente. Er is geen katje of het zoekt de kader van zijn dromen. De koetjes koeteren willen wallen op de plas. De krokus danst een bossa nova in het gras. Zelfs in de Tweede Kamer kind een nieuw gewas. Het is lente, het is lente, het is lente.
Meneer de baron, ik heb een idee. Heb u wel eens diep nagedacht? Nee, lange, waarom zou ik? Ik ben van adel. Waarover? Over Amerikaanse toeristen. Weet u dat die mensen zo langzamerhand hun buik vol hebben van ons land? Echt waar, Lange? Ja hoor, het zijn altijd dezelfde bezienswaardigheden. Merken, Volendam, de tulips, de grachten en minister Luns. Ja, die mensen die willen wel eens wat anders. Tja, wie niet, hè? Hoe lang hebben we die Luns feitelijk al, zeg? Haast net zo lang als de grachten. Mijn idee. Nou, en daarom stel ik voor dat u van Kasteel Meijerszorg een horecabedrijf maakt. Boris, wat is een horecabedrijf? Zeer vreemd. Maar een horecabedrijf, meneer de baron, dat is een hotel, café, restaurant onderneming. Wat? Lange! Begrijp ik wel dat je lallende cafébezoekers wilt trakteren op slappe koffie, waarin Karel de Stoute uit de suikerpot zoepte? Ja. Wil jij naamloze burgers laten douchen, waarin betere dagen Philips de Schone tot 16 uur per dag in bad zat? Wil jij reizigers in damesondergoed doen snurken in dezelfde kamer, waarin Lodewijk de Slome logeerde met een lichte griep? Wil jij mannen in hemdsmouw laten biljarten, waar de brave Ivanhoe vechten leerde van zijn Hollandse gouvernante, judoka met de zwarte band? Ja, meneer de baron. Nou, dat is geen gek idee, zeg, Lange. Sporkenhout, spreek jij Engels? Nee, meneer de baron, wel Amerikaans. Prima, als de kool het nog een paar jaar uithoudt, dan is het Engels toch een dode taal. Voel jij er wat voor om toeristen rond te leiden over mijn heerlijkheid? Oh! Oh, dol, zeg. Ja, meneer de baron. Van die mooie jonge toeristen, weet u wel, in dubbele topvorm. Voorzien van alle moderne comfort. Maar ik ben niet zo voor groepjes, meneer de baron. Liever één voor één, dacht ik. Zo'n stuk of twee of drie per dag, hè? Al naar hoe ik me voel. En dan zondags vrij om Franse Suus. Sporkenhout, ik heb het over rondleiden. Je moet ze bezienswaardigheden tonen. Oh, ja, meneer de baron. Ik zal ze dingen laten zien waar ze vanochtend over slaan. En je moet er verhaaltjes bij vertellen. Nou, dat is mij wel toevertrouwd, hoor. Ik heb een paar verhaaltjes in mijn achterhoofd. Zo pikant, gewoon moderne literatuur. Sporkenhout, historische verhalen. Oh ja, ze zijn historisch ook, hoor. Vraag maar aan Franse Suus. Enfin, mooi. Zeg, Boris, wat denk je van het personeelsvraagstuk? Geschoolde kelders? Gespierde huisknechten? Potige staljongens? Nee. Nee, meneer de baron. Ik zou zeggen, één huisknecht voor het allerruwste werk en één stalknecht. Daar kunnen we best die oude Roelof voor nemen. Die speelt nog lekker piano ook. En dan verder, veel vrouwelijk personeel. Dat is dé oplossing voor als er toevallig eens geen toeristen zijn. Ze zeggen nu zelf, meneer de baron. Door wie wordt u liever gewekt met thee en beschuitjes? Door Trace of door mij? Door jou, boer. De lange morst, zo ongenadig. Ja, dat spijt me, meneer de baron. Ik zal er eens geducht onder handen nemen. Oh ja, dat doe ik ook wel eens, hè, Lange. Ja, laatst nog, zeg, toen je met Jam had geknoeid bij het hoofdkussen. Ja, meneer de baron, maar dat was uw eigen schuld. U maakte een onverhoedse beweging met uw hoofd bij het kussen. En toen was het gebeurd voor ik het wist. Maar u kent beter mannelijk personeel nemen, hoor. Nee, darling. Serveersters en kamermeisjes. En dan Treesje achter de bar en meneer de baron zelf in de receptie. Daar hoef je niks voor te kunnen. Vergeet het maar, Sporkenhout. Ik heb een zeer veel eisende functie voor mezelf uitgezocht. Centraal beheer, jonge meisjes. Waar blijven mijn klanten?
Hier moet je wezen, beste mensen, voor een kamer met ontbijt ben je hier zonder bediening 65 gulden kwijt. En wie lekker wil dineren voor een meier per diner, krijgt een hore kamermeisje in zijn chambre séparée. Rik-tik, rik-tik-tik, kassa, kassa, hoi! Hore kameraden, elke hap zet zoden aan de dek. Geen woorden, maar daden, anders wordt de baas niet rijk. Waar blijven mijn klanten? Daar in een hoekje maakt een strijkje bonemino mauvais jeu. En het speelt als u net aankomt, partier, semourir un peu. Want het allerkleinst cognacje kost 8 gulden exclusief. Dat is een hore catastrofe, maar voor ons heel lucratief. Rik-tik, rik-tik-tik, kassa, kassa, hoi! Hore kameraden, elke slok zet zoden aan de dek. Blijven mijn klanten. Betreed vol ademloze eerbied ons intieme restaurant. Want de klant is wel geen koning, maar de koning is hier klant. Kom toch binnen, lieve mensen. Hier brengt elke poen zijn poen. Voor Jan Raps een week salaris kunt u hier een dutje doen. Rik-tik, rik-tik-tik, kassa, kassa, hoi! Hoor de kameraden, elke klant zet zoden aan de dek. Geen woorden, maar daden, anders wordt de baas niet rijk. Allee! Een kopje koffie, meneer de baron? Graag, lange. Hoe lang zal ik me nog een kopje koffie kunnen permitteren? En u ging een horecabedrijf beginnen? Aardig plan, lange. Maar je hebt geen idee hoeveel geld daarvoor nodig is. En nou kun je wel zeggen, ik heb nog 6,75 in mijn achterzakje, maar dat is niet genoeg. Ja, binnen. Meneer de baron? Ja. Meneer de baron, Boris heeft zojuist een bezoekster binnengelaten. Dat is niet mooi van Boris. Want ik kan het vrouwtje niets anders aanbieden dan een droge korst brood en een glas water. Maar per saldo is het lente. Hoe ziet ze eruit, Sporkenhout? Oh, feitelijk meer lente in november, als u het mij vraagt. Binnen. Mevrouw Knop van Intercom. Anto! Bilo. Mevrouw, hebben wij elkaar ooit eerder ontmoet? Weet je dat niet meer, malle jongen? Nee, malle meid. In 1813, in een wurg leven. Oh. Oha, nou, ach ja, ja, ja. Dat is waar ook. Gaat de tijd toch snel, hè? In dat plaatje ook, hè? Hoe heet het ook alweer? Waterloo, meneer de baron. Ja, ja, koel, helder Waterloo. Ja, ja. Oh, en gelachen dat we hebben, zeg. Enig om die kleine Napoleon. Ieder ogenblik verdween zijn hand onder zijn revijer om eens fijn te kratsen. Nou, weet je nog wel, oudje? Verrekkelijk was het. Jij was 18, ik was 17. Nou, ik moet zeggen, je bent niks veranderd, hoor. Nou, af, zo. En nu, mevrouw Knop, nu zou ik wel eens kuit willen hebben. Kuit? Ja, of haring. Klare taal, Knop. Anders schil ik van hieruit het hele plein 1813 bij elkaar. Nou, goed dan. Laat ik eerst eens iets vertellen over mezelf. Graag, Knopje. Otto. Ik heb 2 dingen. Het is niet gewoon. Ja, 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 ja. In de eerste plaats geld. En in de tweede plaats iets nog veel fijners. Echt waar, Hellas, kijken. Ja, ja, ja. In de tweede plaats een prachtig ontwikkeld talentje op occult gebied.
Vandaar dat ik zeker weet dat wij samen in 1813... Knop, knop, knop! Ik wil er niet aan herinnerd worden. Ik heb er al anderhalve eeuw spijt van. Wat geweest is, is geweest. Gisteravond, Otto. Gisteravond heb ik je grootvader doorgekregen. Gisteravond pas? Nou, 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 zeg. Mijn grootmoeder kreeg hem al door toen ze nog geen 3 weken met hem getrouwd was. Wat zei hij? Hij zei... Dirkje. Biloza, waarom zei die klasse waar is Dirkje? Zo heet ik, Vlaggert. Ontzettend. Ga door, Dirk. Dirkje, zei je grootvader, ga spoorslags naar kasteel Meijenzorg. Het spookt toch fantastisch. Ja, net iets van opa, zeg. Toen nog leefde, loog hij ook al of het gedrukt stond. Hij zei altijd, al is de waarheid nog zo snel, de Pravda achterhaald. Maar iedereen weet dat het hier wemelt van de geesten. Ah, kletspraatknop. Ik heb hier nog nooit één geest in levende leven ontmoet, hoor. Oh, en ik had me er zoveel van voorgesteld. Ik dacht dat die keer zou kunnen komen logeren. Pardon, mevrouw Knop van Comintern. Meneer de baron, die durfde niet vooruit te komen, maar u heeft gelijk, hoor. Het spookt hier afgrijzelijk. Gisteren nacht nog hoorde ik enorme ruzie in de wapenkamer. Ik erheen. Wie denkt u dat het waren? Zeg op, zeg op. Karel de Grote en Kees de Lange. Wat opwindend, zeg. Met koe? Nee, mevrouw, maar ruzie hadden ze wel. Karel was voor commerciële tv en Kees was er tegen. Boris, je bent beschonken. Nee, een tegendeel, meneer de baron. Oh, trekt u zich van hem maar niks aan, hoor, dame. Meneer de baron, die geneert zich een beetje voor zijn geestelijk eigendom. Ik geneer hem niet. Ik heb helemaal geen geest. En daar ben ik trots op. Ik zeg altijd maar, zalig zijn die eenvoudigen zonder geest. Sportenhout, zeg dat ik gelijk heb. Kom, meneer Bron. U weet net zo goed als ik, geen nacht gaat hier voorbij. Of oom Rappout rammelt met zijn keten. Echt waar, meneer Sportenbout? Ja hoor, in het begin dacht ik, hé, jakkers, ik zoek een andere baan. Maar nu, ik zou er niet meer buiten kunnen. Je went er zo aan, hè. Als Rotbout een snippernacht heeft, dan doe ik gewoon geen oog dicht. Oh, Gans, dat heb ik nou ook, meneer Sportenbout. Wij zijn gewoon geestverwanten. Nou, reken maar. En hij doet zulke enige dingen, mevrouw Knop. Hè? Vorige maand hebben we samen gevoetbald met zijn hoofd. Oh. Het was voor hem alleen een beetje lastig met koppen. En zijn er nog meer? Oh ja, dozijnen. Ik wou laatst in mijn bed stappen. En wie denkt u dat erin lag? Karel de Kale. Oh nee, nog veel fijner. Het melkmeisje van Vermeer. Oh, wat verrukkelijk voor u. Houdt u van melk? Och, melk. Maar melkmeisjes, mevrouw, daar lust ik wel pap van. Helaas had ze hele ouderwetse opvattingen. Echt 17e eeuw, weet u wel. Ze is nooit meer terug geweest. Ach, Huns, dan toch. U heeft haar waarschijnlijk bang gemaakt. O ja, kan best. Heb ik vaak met dames. Zeg, mevrouw Knop. Maak ik u bang? Bang? Ha! En we hebben zoveel gemeen. Ja, wat hebben we veel gemeen, hè, mevrouw. Zeg maar, Dirk. Graag, Piet. Zeg jij maar gozewijn, hoor. Zeg, zou het vannacht weer spoken? Wat denk jij, Boor? Mevrouw Knop, het moet al gek lopen als er vannacht met u geen dolle dingen gebeuren. Op zonnefeest en ook op doodgewone dagen is alles rustig in dit landelijk perceel. Maar als de klok zijn 12 slagen heeft geslagen, dan zit het hele kasteel. Dan hoor je overal een akelig gejammer, dan kraken knoken en dan knapt een dorre bot. De toch al kille atmosfeer wordt nog veel klammer, dan bibbert ons kalme slot. Oeh! Spoken in de suite, spoken in de suite, spoken in de hal, spoken in de hal, spoken op visite, spoken op visite, spoken overal. Haast
elke nacht ontwaart men op de toren transen. De plompe geest van een bijzonder malse maag. Toen zij nog in het rijk der levenden mocht dansen, werd zij door een ridder belaagd. Ze heeft haar eer nog net in ere kunnen houden. Ze werd heel oud, maar nimmer raakte ze hem kwijt. Nu zit ze hele nacht te droevig te miauwen. O moeder, wat heb ik een spijt. Oeh! Spoken in de suite. Spoken in de suite. Spoken in de hal. Spoken in de hal. Spoken op visite. Spoken op visite. Spoken overal. Een schalkse schildknaap met twee ogen als een schelvis. Die voert haast elke nacht iets anders in zijn schil. Vaak speelt hij liederen van Elvis op zijn pelvis. Dan schrikken de spoken zich wil. Zo zit de hele tent hier propvol spitse geesten. Het is compleet een portie knekel caviar. Er zijn erbij die zich verslapen, maar de meesten staan iedere nacht voor u klaar. Oeh! Spoken in de suite. Spoken in de suite. Spoken in de hal. Spoken in de hal. Spoken op visite. Spoken op visite. Spoken overal. Spoken overal. Spoken overal. Spoken overal. Boris, ik Boris, oude marmot, wat is wakker, ik Boris. Ja, darling, wat is er? Boris, Boris, doe die slaperige kier eens open van je en zeg wat je ziet. Ben ik jouw darling? Oh, nee, gelukkig niet, meneer Spurkhout. Er is een duidelijk verschil, mag ik wel zeggen. Het is 11:45, Boris. Je kent onze afspraak. Ja, zou mevrouw Knop erin trappen, denkt u? Met twee blote voeten tegelijk, Boris. Vooruit, opstaan, of je krijgt de lampet kan over je heen. Nee, hey. Zo, ik ben op. Oh, wat een prachtig nachthemd heb jij aan, Boris. Vindt u, meneer Spurkhout? Oh, ik heb het al zo lang. Dat dacht ik al. Zeker van je grootmoeder geweest. Je kunt zonder meer op voor geestverschijning. Ja, daar heeft u niet eens een nachthemd voor nodig, meneer Spurkhout. Ik heb geen nachthemd, Boris. Alleen pyjama. Hoe vind je hem? Kost die? 26,75. Krimpvrij. Ter zake. Ja, je moet eerlijk bekennen dat ik bijzonder weinig voel voor de rol van Spook. Ik ook niet, Boer. Maar het is nu of nooit. Als er vannacht niets gebeurt, dan stapt onze Dirkje morgen in haar moordslee en meneer de Baron accepteert een positie als leerlingverpleegster. We moeten alleen nu nog uitmaken wie hem is. Ah, daar weet ik wel wat op. Let op. Zagen, wie de wagen. Jan kwam thuis om een boterham te vragen. Vader was niet thuis, moeder was niet thuis. Piep, zei de muis in het voorhuis. I, wie, waar, weg, u bent. Het zij zo, Boor. Meneer de Baron, wordt wakker, het is gelukt. Wat? Ga weg, ik droom, ik heb een merrie. Ik weg. Ik droom dat ik een geest zie in een griezelig wit gewaad. Meneer de Baron, ik ben het spokenhout, ik bedoel... Spokenhout? Ik... Ga weg! Nee, meneer de Baron, spokenhout. Spokenhout? Helemaal, meneer de Baron. Och, Ernst, ben je dood? Spokenhout, arme kerel, van harte gecondoleerd zeg. Wat een slag voor je. En die arme Franse zuur. Nee, meneer de Baron, u vergist u. Ik ben levend. Spring. Maar dat akelige spierwitte laken dan?
Ja, wat is het wit, hè? Mijn laak is veel witter dan de uw. Doe onmiddellijk dat enge laken af, Spotter. Is dat een bevel, meneer de baron? Ja. Spijt me, dan zal ik moeten gehoorzamen. Ik heb er helaas niets onderaan. Nou, daar gaat hij dan. Nee, nee! Nee, niet doen, Spokkenhout. De aanhouder wint. Zoals u wilt, niets veranderlijker dan de baron. Zeg maar, wat kom je in vredesnaam doen, Spokkenhout? Meneer de baron, ik heb goed nieuws. Ik ben wezen spook op de kamer van Dirkje Knop. Ze is intercommunaal in zwijm gevallen. Met een gelukzalige glimlach op het van angst verwrongen gelaat. Bilo, heeft ze nog wat gezegd? Jazeker. Eén ding. Dit is de heerlijkste nacht van mijn leven. Zo, zo. Dan had ze je zeker niet herkend. Hè? Oh nee, meneer de baron. Ze was ervan overtuigd dat ik de geest van oom Radboud was. Meneer baron. Meneer Baron, Therese en ik hebben rare geluiden gehoord op de kamer van mevrouw Knop. Niet waar, darling? Oh ja, meneer de baron. Is Sporkenhout nog bij haar op de kamer? Nee, Therese, hier ben ik. Hé, hey, jakker Sporkenhout, heb je dat spook hem nou nog aan? Doe het alsjeblieft uit. Lange, je weet niet wat je zegt. Sporkenhout, ga onmiddellijk naar je kamer. En hul de griezelige leden in de bekende oranje pyjama's. Vooruit. Ja, ja. Ik zal over het balkon vluchten, want ik geloof dat Knop eraan komt. Ja, binnen. Otto, oh Otto, ik ben toch zo gelukkig. Ik wil hier nooit meer weg. Hé, hoe dat zo, Dirk? Ik heb een echt spook gezien, zeg. Biloza. Ziet u mij wel, mevrouw Knop? Altijd prijs. Dus, je wou hier blijven logeren? Logeren? Ik wil hier blijven wonen. Jammer, zal niet gaan, Dirk. Meneer de baron, met permissie. Mocht mevrouw Knop een aanzienlijk bedrag in ons hotelbedrijf willen steken, dan zou zij zich hier blijvend op de zolder kunnen vestigen. Te midden van spinrag, vleermuizen en nachtuilen. Ten einde de rest van haar leven te wijden aan ontmoetingen met de vele geesten waar kasteel Meijenzorg zo terecht prat op gaat. Oh, wat een heerlijk idee, zeg. Zou dat mogen, Otto? Mogen? Mogen? Boris? Jij bent een denker. Altijd geweest, meneer baron. Mevrouw Knop, heeft u toevallig uw checkboekje bij u? Oh ja, zeg. Ik ga het onmiddellijk halen. Wat zalig, oh wat zalig. Oh, nu heb ik niets meer te wensen. En zo ziet u maar weer eens, meneer de baron. Hoe krom ook uw levenspad mogen schijnen, alles zal recht komen. Dit was Maliënkolder, luisteraars. Aan de 14e aflevering, getiteld Mevrouw Knop van Intercom, werkten mee Andrea Domburg als mevrouw Knop. En verder zoals gewoonlijk Tony Huurdeman, Koen Flink, Guus Verstraten, Leen Jongewaard, Pierre Biersma, Wim Sanders, Frans de Giezen en Ferry Postuma de Boer. Het optreden van mevrouw Knop steunde op een idee van Jaap Molenaar. Tekst, muziek en presentatie, Jelle de Vries.